open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA. Heet u allen van harte welkom. Ook iedereen die niet in deze zaal aanwezig is, maar op een andere wijze de enquête volgt. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Goedemorgen, meneer Dupken. Goedemorgen. U wordt vandaag gehoord als getuige. En als getuige bent u verplicht de waarheid te spreken. Daarom zal ik u beëdigen voordat we met het verhoor beginnen. En dan vraag ik u met de belofte te bevestigen dat u de waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Dan vraag ik u met mij te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel, neemt u plaats. Meneer Dupken, we hebben de afgelopen dagen diverse mensen gehoord over de vervoersconcessie, dus het recht om te mogen rijden over de hoge snelheidslijn. We hebben ook ingezoomd op de discussie tussen de staat en de NS hierover, over de hoogte van het bedrag. En we zijn bij een punt gekomen dat de NS uiteindelijk die concessie heeft verkregen en het recht heeft gekregen om te mogen gaan rijden over de hoge snelheidslijn. Daarvoor werd een dochteronderneming opgericht, High Speed Alliance, HSA, is de afkorting die vaak wordt gebruikt. En u was de eerste directeur van HSA. Dat was vanaf januari 2002. U had de taak uiteindelijk, u was op pad gestuurd, om ervoor te zorgen dat dat treinvervoer over de HSL-Zuid tot stand zou komen. Dat dat van start kon gaan, zodat die lijn kon worden gebruikt. In dit verhoor willen wij vanmorgen ingaan op die beginjaren van HSA, waarin zich een aantal problemen begint aan te dienen en waardoor er eigenlijk al vrij snel een faillissement lijkt te dreigen voor HSA. En ook het proces van het bestellen van de treinen verdient wel enige aandacht. Daar willen wij vandaag ook met u over spreken. U werd gevraagd eind 2001 om de eerste directeur van HSA te worden. Maar u was daarvoor niet bij het bod betrokken. Kunt u eens vertellen hoe u deze opdracht heeft gekregen? De toenmalige president-directeur Hans Huizinga heeft mij gevraagd of ik op het moment dat HSA van start zou gaan, de nieuwe vervoersonderneming voor de hoge snelheidslijn, of ik daar de leiding zou willen nemen. Ik had natuurlijk wel een beeld wat een vervoersonderneming was, want ik werkte immers al heel lang bij een spoorbedrijf. En ik heb daar eigenlijk onmiddellijk ja op gezegd. Ik vond het eervol en alle clichés die daarvoor gelden als uitdagend, die zijn echt van toepassing. Dat blijkt maar weer na verloop van tijd. Oké, dus u had echt het idee, ik krijg hier een mooie klus, hier ga ik mijn schouders onder zetten. Eervolle opdracht. Kunt u dan iets meer vertellen over welke opdracht u precies meekreeg? Ik zei al, u ging de treinen Zorg dat die trein rijdt en dat de klanten krijgen waar ze recht op hebben. Zo simpel is dat. Met alles wat daarbij hoort op het gebied van commercie, marketing, branding. Het in de markt zetten van een nieuwe trein. En uiteraard ook inclusief het hele vervoer, de exploitatie zoals dat genoemd wordt bij een spoorbedrijf. Het is eigenlijk een vrij brede opdracht. Het is een volledig brede opdracht om een heel nieuw spoorbedrijf op te richten. Vandaar dat dat voor een spoorman, als ik het zo zeggen was, als ik buitengewoon eervol en boeiende opdracht was. Echt een hard bij het spoorbedrijf. Ja, ja. Merken we al meteen in het begin van dit verhoor. Dank u wel. Maar toch nog even, u kwam er
binnen HSA vrij nieuw bij. Werd er nog even gekeken naar waarom hebben we niet iemand gevraagd die ook bij dat bod betrokken was en misschien ook het verleden daarin bij zich droeg? Ik weet het niet. Er is een periode geweest waar ik niet bij het bod of bij de overwegingen betrokken ben geweest. Dus daar kan ik geen mededelingen over doen. Oké. U begon en kunt u iets vertellen? U had een start waarin u dacht, ik zet mijn schouders eronder, maar wij mogen toch met elkaar ook even aandacht besteden aan het feit dat er wel een aantal uitdagingen vrij in het begin zich aandienden. Kunt u daar eens op ingaan? Ja, als je na enige tijd een analyse maakt van wat zijn de regels, wat zijn de spelregels, waar moeten we naartoe met dat bedrijf, dan kom je toch al gauw tot een paar ontdekkingen. Ten eerste dat het allemaal nieuw is. Het is een nieuwe lijn, een nieuwe beveiliging, een grensoverschrijdende hoge snelheidslijn. Nieuwe verhoudingen. De overheid heeft gevraagd om er een special purpose, een speciaal bedrijf van te maken. Dat betekende ook dat er hele nieuwe verhoudingen onderling ontstonden tussen HSA en de buitenwereld, anders dan zeg maar het klassieke spoorbedrijf. Ja, kortom, niets was zoals het 160 of 150 jaar geweest was. Het is vooral ook uiteraard door de aanbesteding en door de contractering is het door de overheid neergezet als allemaal nieuw. Oké. Okay. Het tweede punt, als u mij toestaat, is dat het buitengewoon complex bleek. De eerste weken heb ik me daar uiteraard in verdiept, maar het bleek dat er geweldige dwarsverbanden liepen, dwars naar de politiek, naar de regering, naar de Belgen, naar de Duitsers, wat minder, maar in ieder geval naar de Fransen toe. Die complexiteit die heeft later ook nog een belangrijke rol gespeeld en ongetwijfeld komt u daar nog op terug. En het belangrijkste punt was, we hebben verschrikkelijke haast gehad vanaf dag 1 om de zaak voor elkaar te krijgen. Dus drie belangrijke elementen als u mij vraagt van god, waar stond je nou voor begin 2002? Dan was het dat. Dus eigenlijk als ik het zo hoor, u had een behoorlijke rugzak op. Het was complex en ondertussen moest u wel stevige stappen zetten. Ja, correct. Als we die rugzak eens even analyseren. Kunt u iets zeggen over de prognoses van de reizigers? Wat was het beeld op het moment dat u begon, gelet op het feit dat de gedachte was dat er heel veel reizigers met die trein zouden gaan rijden? Ik denk niet dat de gedachte was dat er heel veel reizigers zouden gaan rijden. De gedachte was dat er een opbrengstmaximalisatie zou zijn. Dat wil zeggen dat er heel erg gestuurd zou worden op de aantallen zitplaatsen die bezet zouden zijn door reizigers en de prijs die ze bereid zouden zijn te betalen. Er is heel erg gestuurd, dat is al diverse keren denk ik hier ter sprake geweest, op omzet. Maximalisatie. En die omzetmaximalisatie die is bereikt door hele hoge prijzen in rekening te brengen. En daardoor kon het bod zo hoog worden zoals het geworden is. Is heel erg gestuurd. Wij proberen toch heel vaak even heel concreet te maken. Wat gebeurde er als u zegt er werd gestuurd op? Door wie werd er gestuurd op? Kunt u het iets concreter maken? Als we nu naar het spoorvervoer kijken, dan zien we dat het kenmerk is dat er een hele sterke verspitsing is. Dat wil zeggen dat de treinen, als ik het heel populair zeg, in de spits twee keer zo lang zijn als daarbuiten. Mm-hmm. Dat is eigenlijk 's morgens en 's middags maar voor een hele korte periode. En wat we nu in de opzet van de HSA gedaan hebben, is zorgen eigenlijk dat die tweede trein er niet bij hoeft. En dat doe je door de prijzen zo hoog mogelijk te maken. Dat noemen ze yield management. Vliegtuigen doen niet anders, maar die zitten toch in een heel andere markt en een heel andere wereld. Maar het model was, en ik kom even terug op uw vraag, niet om zoveel mogelijk reizigers in de trein te krijgen, maar om zo'n hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Want dat werd immers beloond door de
degene die het... Dat spookt toch door mijn hoofd, de gedachte dat ooit was ingezet op... laten we zoveel mogelijk mensen van A naar B vervoeren, een mooie Europese hoge snelheidslijn. Ja, als ik nu hoor, van dat is eigenlijk niet meer zo het hoofddoel, het gaat erom... Dat was op 1 januari 2002 zeker niet het plaatje wat ervoor lag. Oké. Okay. Okay. En u kent de achtergrond, u weet hoe het ontstaan is. Als je we hebben daar afgelopen week over gesproken. Als je van de rapportcijfers 9 punten krijgt voor het geld, dan sturen bedrijven die daarop inschrijven op zo'n contract op geld. U had, we zeiden dat al even, een rugzak met een aantal dingen in uw, die u bij zich droeg. U stipte al even de problematiek met de Belgen aan. Kunt u daar nog iets over zeggen? En dan met name, er waren 3 oneenigheden ten aanzien van de routes die moesten worden gereden, de verdeling van de gelden en de rijtijden. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, zeg maar begin december was er grote mate van oneenigheid en ruzie onderling in de onderhandelingsdelegaties over de positie die de Belgen wilden innemen. En het contract is getekend met een groot aantal, wat ik zou willen noemen, losse einden, die ik maar moest zien aan elkaar te knopen in de loop van de tijd. En dat is natuurlijk uitermate vervelend als je zo van start gaat. Het betrof inderdaad de verbinding van Den Haag naar Brussel, de verbinding van Breda naar Brussel. Den Haag-Brussel zou 4 keer per dag een trein rijden en van Breda naar Brussel 16 keer per dag. Dat betekent een uurdienst. Wilden de Belgen niet aan meewerken, anders dan dat daar verdere afspraken over gemaakt zijn. Maar op een gegeven moment zijn de Belgische spoorwegen ook min of meer gedwongen om een handtekening daaronder te zetten. Onder dat is nog vast veel later. Hè? Laten we even analyseren. Nee, dat speelde zich allemaal rond december. De oneenigheid, die beschrijft u helder. Op die 3 punten, er zijn ook arbitrages geweest. Dat is eigenlijk een soort van rechterlijke uitspraak die niet echt een rechterlijke uitspraak is. Bindende arbitrage, bindende uitspraken. Kunt u zeggen welke uitspraken uiteindelijk in het voordeel van HSA zijn uitgevallen? Ja, Ik heb even, denk ik, gemist de derde punt. En het belangrijkste punt wat later ontstaat en wat hele grote impact gehad heeft op de exploitatie, betreft de fouten die in het ITT, in het document zijn gemaakt over de rijtijden in België. Ik wist dat daar discussies over geweest zijn in die periode daarvoor. En ook met mijn achtergrond ben ik begin januari eens gaan rekenen en kwam kilometers tekort en ik kwam rijtijd tekort. Dat is waarschijnlijk ook een van de problemen geweest waar de heer Van Krieken op duidde. Namelijk dat je in de 93 minuten nooit Brussel zou bereiken. En daar is een discussie over geweest en uiteindelijk heeft HSA op dat punt gelijk gekregen. De berekeningen klopten niet. De berekeningen klopten niet en dat heeft hele grote consequenties. Voordat je het weet moet je een extra trein bestellen omdat je aan het eind van de rit niet meer op tijd terugkomt. Dat element is uitgebreid in discussie geweest. Daar zijn juridische procedures over gevolgd en daar heeft HSA gelijk in gekregen. Daar zijn ook compensaties toen de tijd voorgesteld. Een ander groot probleem was dat de Belgen mee wilden delen in het binnenlands treinkaartje in Nederland in internationale treinen. Ja, kortheidshalve kan ik zeggen dat dat ook van tafel geveegd is. Maar het betekende wel even zoveel maanden discussies, juridische processen. En dat schiet niet echt op als het gaat om de voortgang met België. Wat ons overigens het meest parten speelde en de grootste financiële consequenties had, dat ze überhaupt op enig moment, het eerste jaar viel dat nog wel mee, maar later bleken helemaal niet meer mee te willen werken met de verbindingen waar we het net over hadden. En dat betekent dus dat ze ook geen materieel zouden bestellen. En dat betekent dat de hele business case van HSA op dat moment onderuit dreigde te vallen. Dus ook daar hebben we ook processen over gevoerd. Als u zegt, hebben jullie dat gewonnen, dan herinner ik me daarvan dat er wel heel veel begrip was, maar dat er uiteindelijk toch ook
in de concessieovereenkomst gestaan heeft dat HSA overal verantwoordelijk voor was. En dan zeg ik het even heel kort door de bocht. Ja, de rechter heeft aangegeven dat met deze wetenschap het contract was getekend. Dus dan is het ook het lot van degene die dat heeft willen dragen. Ja. Dus los het zelf op, was eigenlijk gewoon, zegt deze jurist over een rechtelijke uitspraak. Je zoekt dan overigens wel bij de overheid steun. Die is later ook wel in een hele bijzondere manier gekomen. Misschien komt u daar een hoop. Maar als we het pakketje bij elkaar pakken, dan mogen we constateren dat u met een drive aan de slag ging, vereerd voelde dat u mocht beginnen, al vrij snel zag dat er best wel serieuze uitdagingen waren. We komen nog even op die reizigersprognose straks, maar er zaten in ieder geval al bij het afsluiten van de concessie en daarmee de start voor het rijden met de trein een paar uitdagingen die het, je zou bijna willen zeggen, een toch wat valse start zouden hebben gegeven. In ieder geval ten aanzien van de Belgen. Ik zou zeggen een hele moeilijke start. Ja. Hele moeilijke start. Oké. Belangrijk dat het uw woorden zijn. Dus u was eigenlijk wel optimistisch toen u begon. Uitdagende taak. Heeft u wel eens gedacht in het begin, we gaan straks nog wel hele traject door, maar in het begin, die rugzak is wel verdraaide zwaar? Ja, dat heb ik wel eens gedacht, maar volgende seconde dacht ik, ik ga er tegenaan en ik probeer oplossingen te vinden, ook met de Belgen oplossingen te vinden. Dus de eerste punt is dat ik geprobeerd heb om ten aanzien van de omvang van het reizigersvervoer en de prijs van het kaartje, om daar verbeteringen in te brengen. Met name in het belang van de klant. Want dat vond ik nou echt een iets waar je kunt daar een brede maatschappelijke visie over hebben, dat het vervoer vooral voor de mensen is die dagelijks reizen, voor de forensen, dat het goed is voor het milieu. Nou, als je ook als politiek dat soort ambities hebt, dan moet je een kaartje niet 60% duurder maken. Nee. Even nog, we hebben een paar keer ook iets gehoord over de economische situatie. Was in Europa, ook in Nederland, vrij snel iets minder rooskleurig dan men dacht. Klopt, kunt u nog iets zeggen over dat element? Heeft dat een rol gespeeld? Ja, we hebben intern onze business case een aantal keren aangepast en in neerwaartse richting. Op grond van de macro vervoerscijfers in Europa. Het vliegverkeer en het treinverkeer daalden. Het binnenlands verkeer daalde in die periode 2001-2002. Het was zowel voor de wereld als voor Nederland natuurlijk, waren dat twee heel bijzondere jaren. En dat heeft geleid tot grote vermindering van het vervoer. Waarbij je altijd niet al te zenuwachtig moet zijn, omdat sommige dingen over de jaren heen, we hebben het dan altijd over contracten van 5 tot 15 jaar, toch wel weer wat bijtrekt. Maar we hebben onze prognoses bij moeten stellen. Dus dat betekent dat vanaf dat begin onze rentabiliteit verminderde. Okay. Althans op papier, want we reden nog geen kilometer. U reed nog niet, nee. Mevrouw Vos heeft nog een vraag. Nou, net aan het begin zei u dat over het bod, over het aantal reizigers. We wilden minder reizigers hebben. Op basis van de concessieovereenkomst zei we willen minder reizigers voor meer geld. Kan nooit een doel op zich zijn, minder reizigers. Nee, maar dat heb ik ook niet gezegd. Kunt u dat misschien nog even uitleggen? Hoe het nou precies zat met dat yield management? Het yield management betekent dat je koopt een trein van 500 zitplaatsen. Daar is vraag voor 600 in de spits. En je zorgt dat die 100 mensen eruit gaan en niet meer komen door de prijs te verhogen. Die orde van grootte van die prijzen, daar is al heel veel over gezegd. Daar zitten voor een deel aannames in. Mm-hmm. Maar het betekent dus dat je je kosten aanzienlijk beperkt en dat je je opbrengsten zo hoog mogelijk maakt. Die combinatie, dat is wat het bod is. Dat betekent dus dat we niet gestreefd hebben naar een maximaal aantal reizigers, maar naar een maximale opbrengst. En dat kwam door die hele optimistische aannames? Nee, het kwam niet om optimistische aannames. Dat kwam door de uitgangspunten die we moesten vervullen in het bod. Als je op school 9, een 9 kunt halen met een heel hoog financieel bod, dan ga je niet zeggen van ik kom met heel veel klanten die relatief wat minder opbrengen. Dat wordt erg onderschat, denk ik hoor, dat effect van die puntentelling.
kunt wel zeggen van ja, maar we dachten ook wel aan de klant en we dachten ook wel aan de service en we dachten ook wel aan alle andere dingen. Maar dat verdwijnt op het moment dat je alleen maar focust in je formele uitvraag op het geld. Dus het ging eigenlijk alleen maar om geld? Dat gevoel, alleen maar, dat gaat wat ver, maar het ging met name om geld. En heel weinig over de reiziger. Ja, hij werd keurig vervoerd en er waren uiteraard in het bedrijfsplan wat we gemaakt hebben, waren allerlei faciliteiten aangegeven waar we de klant mee binnen zouden halen. Want die hou je voor hoge prijzen ook maar niet zo binnen. Dat gaat niet vanzelf. Ik zeg alleen dat we niet gestreefd hebben om zoveel mogelijk mensen, althans in het bod is niet nagestreefd om zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van de HSL Zuid. En als echte treinenman, realiseerde u zich dat op dat moment ook? Deed dat dat, ik vond het wat merkwaardig en ik heb ook onmiddellijk geprobeerd om daar iets aan te doen in het belang van de klant. Okay. Namelijk de tariefrestrictie inroepen. Die overigens, dat zou een misverstand kunnen zijn, alleen betrekking had op het vervoer tweede klas in Nederland, het binnenlands verkeer. En voor alle andere vervoer gold het vrije marktprincipe, dus naar Brussel en Parijs. Dat was al aan de orde, maar het misverstand zit hem in dat het niet een maatschappelijk doel zou dienen. Integendeel is waar, het ging om de forensen in de spits die 60% meer zou moeten betalen. We komen zo nog op de tariefrestrictie. Ik geef het woord aan de heer Van Gerven op het volgende onderdeel. Ja, ik wil meneer Dupken het met u hebben over de business case, zeg maar het financieel ondernemingsplan, die ten grondslag lag aan de bieding van NS en KLM. Heeft u die business case bestudeerd toen u aantrad als directeur? Ja, uiteraard. Er lag een business case, die heeft u Die was bij het bod gevoegd, een business case. En die heb ik gelezen, ja. Die zit in mijn map. Wat waren de onderliggende aannames in dat bod? Nou, we hebben het net al over een aantal gehad. En er is met externe, maar ik heb het nu over een periode waar ik niet bij geweest ben, ook niet verantwoordelijk voor ben en ook niet de zeg maar alle ins en outs van ken, is er gekeken naar binnen de context van een opbrengstmaximalisatie, van wat kun je nog vragen aan de klant voordat hij wegloopt. Dat gaat over elasticiteiten. En het punt daarbij is dat je als je zo ver afwijkt van je normale tariefstructuur en je komt in elasticiteiten terecht rond de 60% tariefverhoging, dat je het ook niet meer precies weet. En mensen hebben dat naar beste eer en geweten met behulp van buitenlandse bedrijven opgeschreven. Die achtergronden kan ik u niet vertellen. Al die cijfers die heb ik ook nooit gehad. Ik heb alleen naar de uitkomsten gekeken. En dan gaat het om hoeveel reizigers, miljoen reizigerskilometers vervoer je over die lijn. En dat is voor iemand die moet zorgen dat die trein rijdt en de mensen keurig vervoerd worden, is dat het belangrijkste. Want dat betekent dat je gaat passen en meten. Past het in de trein? Hoe zit dat? Ja. Dat was voor mij veel belangrijker dan welke onderliggende gedachten, aannames er geweest zijn. En het was eigenlijk de business case die, laten we zeggen, de laatste business case. Want de business case met de varianten die uiteindelijk een rol gespeeld hebben. Met uitgaande van de variant zeg maar van 178 miljoen. Ja. Die later dan natuurlijk in de onderhandelingen... Nee, die is teruggebracht naar 148. Maar die business case lag op uw tafel toen... De business case van 148 miljoen met de daarbij behorende reizigersaantallen. En de reizigersaantallen en ook, zeg maar, daarin ingekleurd de maximale tarieven die gehanteerd zouden moeten worden, of die gehanteerd zijn om tot die opbrengst te komen. Ja. Dat heeft u bestudeerd. Ja. Waarom heeft de staat deze onderliggende aannames eigenlijk nooit ontvangen? Ja, naar mijn mening is, maar dat kunt u uiteraard beter nog dan ik op dit moment zien in de stukken. Bij het bod was een business case met financiële gegevens, met cijfers over vervoersomvang, met opbrengsten per reizigerskilometer,
Er was een zeer gedetailleerde opgave bij. Daarna is die discussie nog een paar keer geweest van, is dat wel genoeg voor de staat? Ik denk van wel, want ten eerste staat dat in het contract dat dat voldoende is. Want we hebben niet anders geleverd, heb ik begrepen, dan dat wat de staat gevraagd heeft bij het bod. Ten tweede, in het conceptcontract staan nog mogelijkheden om door middel van een derde achterliggende informatie in te zien. Dat is een wat ingewikkeld verhaal, maar de bedoeling was dat al die kostbare informatie over elasticiteiten en reizigersomvang, dat die bleven waar ze horen. Ja, maar uw stelling is dat de staat die business case wel heeft ontvangen? Ja, zeker. Dat heeft het. Okay. Natuurlijk is er een business case. Nou heeft de commissie, die heeft vele honderden ordners met documenten uit die tijd ontvangen van NS. Ja. En waarom hebben wij dan de business case niet in de stukken aangetroffen? Naar mijn mening moet er bij het bod een business case zijn. Maar kunt u uitleggen waarom... Hoe kan anders de overheid verifiëren of het bod feasible is, zoals het wij zijn heet? Daar zijn we het over eens. Er moet een... onder het bod moeten aannames hebben gelegen. En die, moeten, en die zijn geverifieerd. Die zijn, maar het punt is dat wij als commissie... Ja? Honderden ordens aangeleverd hebben gekregen. En we hebben daar de business case niet aangetrokken. Daar kan ik geen antwoord op geven. U weet niet hoe dat, hoe dat zit. Nou klopt de uitspraak van de heer Spaargaren dat er geen document is opgesteld waarin alle onderliggende aannames van de business case zijn opgenomen? Dat is ver voor mijn tijd. Daar kan ik echt geen antwoord op geven. Ik kan niet bepalen wat er in september of dat jaar daarvoor gebeurd is. Ik kan u alleen iets vertellen over 2002. Maar u heeft de business case, u heeft de business case bestudeerd. U weet ook welke onderliggende aannames er gedaan zijn. U hebt het hele verhaal, u heeft de heer Spaargaar gehoord, neem ik aan. Ik heb de heer Spaargaar gehoord, ja. Het verhoor. Dan hebt u ook gezien hoe dat bod is opgebouwd en laten we tot het uiterste gestretched. U heeft al die achterliggende cijfers. Ik heb nooit achterliggende cijfers gezien. Ik weet niet of ze bestaan en of het document wel of niet gemaakt. Ik weet het niet. Ik heb alleen gezegd dat voor iemand die de productie moet voorbereiden, het belangrijk is om hoeveel klanten gaat het. Wanneer zitten ze in de trein, op welke routes. Daar ben ik mee begonnen, want dat is nodig om je treinen te bestellen. En niet welke diepgaande achterliggende, dus u heeft hele intelligente aannames daar een rol in gespeeld hebben. U heeft het dan maar gedeeltelijk gezien? Ik heb niks gezien, nee. Ik heb de business case gezien. U zegt zojuist dat u de business case heeft gezien en bestudeerd. Ja, ja. En nu proef ik uit uw woorden dat... Nee, u vroeg naar de onderliggende data en de onderliggende aannames. Die heeft daar u niet heb gezien. Ik het over en die heb ik niet gezien. Niet gezien. Die business case hè, met die onderliggende aannames. Ja. Want die hebben wij dus ook niet gezien. Weet u of die verbrand zijn of versnipperd of weggegooid of vernietigd of bewust zoek gemaakt? Of... Is mij niets van bekend. Niets van bekend. Nee. Nou was er, dat heeft u zojuist verteld, heel veel discussie reeds in het begin over de houdbaarheid zeg maar, van de onderneming die u moest leiden. De financiële houdbaarheid, is het allemaal mogelijk? En u zei ja, er was ook meteen eigenlijk discussie over de tarieven. En die tariefrestrictie, u heeft dat genoemd. Hoe kan het... zijn dat uit de stukken die wij hebben gelezen, dat daaruit blijkt dat aan de overheid zeg maar geen volledige openheid van zaken is gegeven. Ja, ik weet niet waar u dat dan afleidt. Er is een analyse gemaakt dat, laten we zeggen, de opbouw, dat daar lucht in zat, laat ik het zo formuleren. Als er lucht in zat, dan is die er ingepompt door een raad van commissarissen, als ik het zo zeggen mag. Ja, maar die lucht die er ingepompt was, die lucht, die zat natuurlijk in het bod.
En dat was voor u zichtbaar. U hebt dat allemaal bestudeerd. Ik denk dat de heer Timmer dat verteld heeft, hoe dat gegaan is. Die lucht zat erin. Ja, dat was de strategische waarde van het bot. Maar die lucht die erin zat, heeft u toen u dat bot bestudeerde, heeft u dat toen gezien? Nou, ik wist dat er een strategische waarde in zat. En die strategische waarde was niet zomaar iets. Daar was wel diep over nagedacht. Want het betekent dat als je het bot wint, dan heeft dat positieve effecten op je binnenlands verkeer. En als je het verliest, heeft dat ook grote effecten. Dus het zijn hele lastige strategische beslissingen van de Raad van Commissarissen en van een directie om daarin positie te kiezen. Maar als u nou zegt, zat er lucht in dat bot? Ja, het is maar hoe je het noemt natuurlijk. En als je zo'n bot doet, ik meen, maar je mag er uiteraard anders over denken, dat je ook niet precies hoeft te vertellen welke overwegingen er allemaal een rol gespeeld hebben bij een raad van commissarissen. Oké. We gaan daar zo over verder. De heer Elias heeft een vraag. Ja, ik had één vraag, om het te snappen. Het probleem was natuurlijk wellicht dat dat bot, dat was 178 miljoen, maar daar stond niet bot 150 miljoen, ophoging strategische waarde door de Raad van Commissarissen 28 miljoen is 178 miljoen. Dat stond er niet. Er stond bot 178 miljoen, toch? Ik heb dat bot geldt niet voor mij. Ik begin bij 148 miljoen. Daar naar dat bot is gekeken. Daar zijn kritisch getallen bij voor reizigersaantallen maal opbrengsten per reiziger. En dat sloot met enige hoop op een goede toekomst, sloot dat op elkaar aan. Dus voor u was wat dan steeds de business case genoemd wordt, het ondernemingsplan, de zakelijke rechtvaardiging? Die begint bij 148 miljoen. Voor u bij 148. Al die andere zaken, dat is daarvoor gebeurd. Ik heb een nieuw vertrekpunt. Ik had meerdere vertrekpunten. De samenwerkingsovereenkomst met de Belgen, de concessieovereenkomst, het ondernemersplan, het businessplan. Dus ik had genoeg uitgangspunten en dat uitgangspunt in het businessplan betreft 148 miljoen. En waar moest die 28 miljoen dan vandaan komen die in dat bot zat? Waar moest dat vandaan komen dan? Dat was toch geboden? Dat was 178 miljoen geboden. Ja, maar u hebt, ik denk van de heer Timmer gehoord, hoe zeg maar die laatste 28 miljoen tot stand gekomen is. Maar hij zei dat bot was daarmee ook een slag in de lucht. Dat zijn woorden, maar maar waar moest die 28 miljoen die er op het laatste moment was bijgeplust dan vandaan komen? Ja, door extra inspanningen, door extra marketing, door extra sales, door de wind mee te hebben. Maar dan door kon u toch niet met 148 beginnen, maar dan moest u toch met 178 beginnen? Nee. De lucht was een beetje uit de ketel door bij 148 miljoen te beginnen. Daar pasten de reizigersaantallen en de opbrengsten bij. Ik snap nog steeds niet waar die 28 miljoen dan vandaan moest komen. Die moest toch op tafel komen op enig moment? Ja, dat heeft zich niet voorgedaan. Voor mij ontstond er toch een nieuwe, dat begrijpt u toch, dat er een nieuwe situatie was waar aantallen reizigers en opbrengsten bij hoorden. Maar ik snap niet waar die 28 miljoen, die zat in het bot, waar die blijft. Maar goed, we blijven denk ik langs elkaar heen praten. Ik weet niet waar die 28 miljoen dan vandaan komt. Want als ik iets bied, als ik een auto koop en ik zeg ik geef 178, ander bedrag, maar ik geef 178 en ik kom met 150, dan mag ik niet weg. Ja, maar als dat bedrag van 178 niet teruggebracht was naar 148 en 178 gebleven was en uitgangspunt was geweest in mijn business case, dan had ik een hele andere situatie gehad. Dan had ik maar moeten zien dat ik die 178 miljoen per jaar had kunnen opbrengen. Ja, waar we allemaal van vinden dat dat wel aan de hoge kant was. Even hierop doorgaand. Kijk, het bot was 178 miljoen, is nou 148 miljoen teruggebracht. Ja. Maar daar stond het risico van dat er nog geen overeenkomst was met de Belgen en de Fransen, stond daar tegenover. Dat klopt. En er stond ook dat u extra kapitaal moest inbrengen, een verdubbeling, van 100 naar 200 miljoen. Dus daar stonden weer andere risico's en verplichtingen tegenover. Ja, ja. Wat dus de business case niet wezenlijk veranderde, toch? Mm-hmm. Dus het gaat erom, het blijft nog steeds, is zeg maar met het businessplan die 148 miljoen te realiseren.
En daar zit dus nog steeds die strategische waarde in versleuteld. Dat vindt het moederbedrijf. NS vond dat belangrijk om de HSL, het vervoer erop, te verwerven. Maar daar stonden niet reële inkomsten tegenover vanuit de aannames die in het bod zijn gedaan. Nou, ik ben echt van de andere kant gaan werken en gedacht van hoe krijg ik met een zo goed mogelijk product als ik u mag die 148 miljoen op tafel. Ik begrijp u volledig. U moet gewoon het zien te realiseren. Maar bent u het eens met mijn conclusie die ik getrokken heb zojuist? Dat dus in die 148 miljoen zat dus die strategische waarde nog versleuteld. En dat het voor u, daar stonden eigenlijk niet reële aannames tegenover. Dat was eigenlijk, het belang van het bedrijf was daarin vertegenwoordigd om die HSL Zuid te verwerven. Je kunt toch ook zeggen, ik haal die strategische waarde eruit en ik probeer de risico's die we op onze schouders genomen hebben, die probeer ik tot nul te reduceren. Dan kom ik toch ook op 148 miljoen uit. Dan zou u dat, maar dat waren reële. En dat is een beetje mijn gedachtegang geweest. Hoe ik gerekend heb. Dan weten we dat, maar dan weten we dat er in ieder geval heel duidelijk in zat. We gaan het hebben over de business case. Nog even dat samen te vatten en weer verder te gaan. U zei van, ik had hem wel, de business case. Maar eigenlijk niet al die achterliggende aannames waar we het met de heer Spagaar over gehad hebben. Dan wil ik met u verder over het, laten we zeggen, de tariefrestrictie. U noemde dat ook al, het beperken van de treinkaartjes, zeg maar, de prijzen van de treinkaartjes. In de tweede klas, in het binnenland. Hè? Ja. Mag ik het zo samenvatten? Dat was uw bedoeling. Met het invoeren van een dergelijke tariefrestrictie, waarbij dus dan zou eigenlijk, laten we zeggen, het bod, of de wat u moest opbrengen, met 47 miljoen naar beneden gaan. Waarom zou eigenlijk bij het naar beneden halen, waarom zou dat eigenlijk moeten? Waarom is die 47 miljoen eigenlijk noodzakelijk om het naar beneden? Ja. Waarom het zou moeten in het belang van de klanten en in het belang van alle ambities die we met elkaar hebben op het gebied van mobiliteit per spoor. Wat het kostte en wat het opbracht, daar is een berekening over gemaakt. Het bijzondere daarvan is, dan moet ik even een zijstap maken. Ik had al vrij snel in de gaten dat het artikel er wel in stond in de concessieovereenkomst, maar dat in ieder geval die minister niet van plan was om daar iets aan te doen. Ik dacht dat ze dat gisteren ook met zoveel woorden gezegd heeft. Op zich vind ik dat merkwaardig dat je dat doet, want je wekt toch verwachtingen en je gaat ook voorbij aan de achtergronden van zo'n artikel, namelijk dat je je tarieven voor de klanten wil aanpassen. Maar toen heb ik mijn kompas wat gericht op de politiek, want ik wist dat uiteraard de Tweede Kamer op enig moment daar iets over zou kunnen of willen zeggen. En er is uitgebreid overleg geweest met de vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer. Daar zijn stukken over gewisseld. En kortheidshalve, maar ik wil dat graag toelichten, want ik heb ze bij me, heb ik aan de vaste Kamercommissie van de Tweede Kamer alle onderliggende kosten en opbrengsten van de tariefrestrictie meegedeeld. En wanneer was dat? De exacte datum noemen, want dat stuk heeft u naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar de Vaste Kamercommissie, ja. En in welke periode was dat? Het was eind 2002. Dus eind 2002. 14 november, als ik het stuk even... Maar dan zijn we een jaar later, zeg maar. Dat was in de tijd van minister De Boer, moet ik het zo... Uiteindelijk wel, ja. Was ja, het eerste periode. Kabinet Balkenende, denk ik. Nou hebben we gisteren gesproken met... minister Netelenbos, en die zei dat heel snel, al in het voorjaar, dus in januari, februari, NS met een aantal juristen bij haar kwam om te spreken over de tariefrestrictie. Was u daarbij? Nee. Daar heeft u helemaal geen betrokkenheid bij. Ik heb uiteraard, denk je dan over na, van was ik erbij? En maar dat is vanuit... Als ik bij een minister aan tafel zit, dan herinner ik me dat nog wel. Ja, ongetwijfeld. Maar gezegd, dat is vanuit het moederbedrijf gebeurd, vanuit NS, maar niet vanuit HSA. Ik weet het niet. Ik,
u zult er niet echt in geïnteresseerd zijn, maar ik was met vakantie in januari. Dus ik was er gewoon niet. Nee, nee. Goed, u heeft dat niet geantameerd of georganiseerd? Nee, helemaal niet. Wat was er nou vanuit het belang van de HSA, druk om die tariefrestrictie er doorheen te krijgen, om, laten we zeggen, het bod omlaag te krijgen of wat je moest vergoeden? Dat was een groot belang. Het grootste belang heb ik genoemd, de klant. Het tweede belang was te weten of je met tariefrestricties rekening zou moeten houden of niet. Want dan zou in de spits wel de treinen verlengd moeten worden. Dat risico, dat klinkt wat raar, maar die noodzaak om de treinen te verlengen in de spits, als je je tarieven wat matigt, die was zeer reëel. En dat betekent dus hogere kosten. En in die brief die ik toen ook aan de Vaste Kamercommissie heb gestuurd, staat heel nauwkeurig omschreven welke kosten het betreft, wat er toeneemt, wat er afneemt aan opbrengsten. Ja. En ik meen daar zo zorgvuldig mogelijk, en daar sta ik nog steeds achter de brief van november. Ja, ja. U zegt, met die tariefrestrictie heb ik minder inkomsten en we moeten meer treinen bestellen. Meer kosten. Ja. En om hoeveel treinen? Lijkt dat met elkaar in evenwicht te zijn. Om hoeveel treinen ging het, meneer Dupken? Weet u dat? Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd. Maar de kosten zijn door ons zo geschat op zo'n 20% meer in de spits. Maar ja, 20% meer treinen. Ja, dat. Je zegt 20% meer kosten. Soms heb je geluk, heb je geen trein extra nodig. Ja. En soms, in theorie heb je voor één extra reiziger een hele trein nodig van 200 Goed. Meter. U zegt dat, minder. Dat gebeurt natuurlijk niet, maar er zit een het zijn schoksgewijze overgangen van materieel. Zeker bij deze kleine series. Voordat je het weet heb je één trein extra en dan heb je zomaar 10 of 20% meer materieel, bij wijze van spreken. Maar de... Dus u zegt, die 47 miljoen, dat is het resultaat van, laten we zeggen, meer treinen die we nodig hebben en minder opbrengst. Ja, ja. Daar was namelijk in het jaar daarvoor ook al over gesproken. Drie keer heb ik begrepen, en daar was ik uiteraard niet bij. Maar er zit geen lucht tussen? Of zit geen lucht in die 47 miljoen? Ja. Zit daar niet laat ik het zomaar eens even vragen, de strategische waarde in verdiscount? Nee. Wat er wel in zat, zo eerlijk moet ik wel zijn, is dat ik me wat comfortabeler voelde bij de reizigersaantallen die je kon voorspellen bij 25% dan bij 60%. Ja, het gaf u wel wat extra comfort. Het gaf mij veel meer comfort. Ja, ja. Dat, verder verwijs ik qua getallen, want ik neem niet aan dat we die hier op gaan lezen en de categorieën op gaan lezen naar de brief die aan de Tweede Kamer gestuurd is. Mm-hmm. Dus dat voorzag de HSA toendertijd dat ze nog steeds extra treinen nodig zou hebben. Ook in de wetenschap dat die prijzen en die passagiersvolumes, dat die in het bod niet bij elkaar pasten. Nou, bij die 148 miljoen zat, heb ik ze weer aardig bij elkaar in de buurt gekregen. Dus. Nee, maar ook dat de reizigersprognoses eigenlijk veel lager uitvielen dan die voor het bod waren toegepast. Dat eigenlijk. Ook niet in veel lagen herken ik mij niet als ik terugdenk. Kijk, u zei zelf dat de prognoses, u hebt dat zojuist gezegd, de reizigersprognoses al van meet af aan tegenvielen. Nee, mijn vraag is toch van... De vraag was, zijn de reizigersprognoses bijgesteld naar aanleiding van de macro-economische of de macro-vervoerscijfers? Ja. Maar dat gaat om 1, 2, 3%. Dat gaat niet om hele grote aantallen. Maar zou niet de invoering van die tariefrestrictie de resultaten van HSA verbeteren? Want de kosten van de concessie gaan omlaag. Terwijl er immers nauwelijks... Ik sluit niet uit dat er een klein positief resultaat zou zijn in het ondernemingsplan bij 25% tariefrestrictie voor de tweede klas. Ik sluit dat helemaal niet uit. Maar dat gaat niet om hele grote getallen volgens mij. Een klein positief resultaat? U zegt... Ik weet het niet. Ik heb het niet nagerekend. Ik had hele andere overwegingen om naar die tariefrestrictie toe te gaan. Naar een veel stabielere prijsniveau. Nee, ik begrijp dat u heeft ook gezegd vanuit maatschappelijk
of een bepaald maatschappelijke belang, zeg maar. Ja, hoe goedkoper de kaartjes, ja, dat voelt prettig, dat begrijpt iedereen. Maar het gaat erom of het verlagen van die, of goedkoper maken van die kaartjes, of dat zou leiden tot 47 miljoen minder opbrengsten voor de concessie. Alle plussen en minnen die staan hierin. Die kunt u nog nalezen. Ik wil ook de documenten, maar u hebt het ongetwijfeld hier. Maar is het niet zo dat binnen uw organisatie ook men wist dat de reizigersaantallen tegenvielen en dat er helemaal geen extra treinen besteld hoefden te worden? Ik kan me dat niet voorstellen. Maar goed, in een organisatie zijn er wel eens mensen die meedenken, visies hebben. Ik denk dat u mij moet beoordelen op de besluiten die ik genomen heb daarover. Zeker. Nee, maar het gaat nu even om, u bent baas van de HSA. U heeft zich ingewerkt. U kijkt naar de cijfers. U gaat eigenlijk onmiddellijk in discussie met de staat, met de politiek. Kunnen we toch niet iets aan die tarieven doen? Ja, is meteen de vraag, nou, laat maar zien hoe dat het precies zit. Ja. Want we willen wel weten hoe het zit. En is toen niet intern gezegd van luister eens, wij kunnen niet alles laten zien. Want dan wordt duidelijk wat bijvoorbeeld de strategische waarde is van ons bod. Nee, dat herinner ik mij niet meer. Nee. Maar het was een cruciale zaak. Wat bedoelt u denk cruciale zaak? Die tariefrestrictie. Want daar is het heel 2000. Ik vond het belang groot. Daar is het in 2002 de hele tijd over gegaan. Correct. Dan, dan moet u zich toch alle details daaromtrent kunnen herinneren. Ja, maar ik vraag nu bijna naar getallen. Wat ik zeg en ook niet helemaal uitsluit is dat de 25% variant wat lucht gaf. Als u die lucht bedoelt, dan. Nou, ik ga het toch, want u heeft zich ook goed voorbereid natuurlijk voor dit verhoor. Wat waren de materieelkosten? Bij de extra materieelkosten. Ik heb ze net ongeveer 20% genoemd. Nee, maar gewoon concreet, als we uitgaan van het bod van, laten we zeggen, of van die 47 miljoen. Welk gedeelte betrof de materieelkosten? Ja, dan vraagt u me wat. Dat... Kijk, ik heb een getal gehoord. U heeft dat ook gehoord. Laten we zeggen, bij het ministerie werd gedacht aan 28 miljoen. Dat weet ik niet. Het getal heb ik niet gehoord. Ik heb niet alle bijeenkomsten hier kunnen... Goed, we hebben dat van de heer Korf gehoord. Die heeft dat getal genoemd. 28 miljoen. Maar als het nu zo is dat er geen treinen besteld hoeven te worden... Ja. Omdat de vervoersprognoses inmiddels... Omdat de vervoersprognoses... Inmiddels in elkaar gezakt waren. Of in elkaar verminderd waren, ja. Ja. Er hoeven geen treinen besteld te worden. Kunnen we dan concluderen dat we 28 miljoen besparen op die 47 miljoen? Ik vind dat, vind ik het niet terecht dat hij dat noemt. Want hij was er zelf volgens mij bij toen over die 47 miljoen gesproken is. Want zeker. Maar ik vraag u moet mij ook niet kwalijk nemen, denk ik, dat als die kans er ligt om een, laten we het in zekere zin ook een forfaitair bedrag noemen, wat afgesproken is in de onderhandelingen, waar handtekeningen onder staan van ministers. Dat ik probeer nee, maar ook dat is bedrag... Niet het punt. Nee, maar dat is niet het punt. Dat die afspraak gemaakt is... Ja. En dat getal van 47 miljoen... dat gemaakt is op basis van berekeningen van NS... dat staat vast. Ja. Maar het gaat erom of het... kijkend naar de werkelijkheid, de realiteit... of dat reële bedragen en cijfers zijn. En ik ben uitgegaan van een wereld die keurig vastgelegd is... In het document wat ik u noemde. Nee, maar ik vraag u... of u wil antwoorden op wat ik heb neergezet. Stel dat er geen extra treinen hoeven te worden aangeschaft. Ja, omdat de prognoses, ze waren eigenlijk al veel te hoog in het bod. Dan zouden we geld overgehouden hebben. Maar, u stelt een what-if-vraag die ik niet kan ik stel geen what-if-vraag. Want het heeft zich ook reëel voorgedaan. U heeft namelijk geen extra treinen besteld. En mijn vraag is... Zou het dan 28 miljoen, laten we zeggen, extra comfort hebben geboden als u dus geen extra materieel en treinen hoefde bij te bestellen, omdat de treinen toch niet vol zaten en men ook bij tariefsverlaging gewoon met die treinen had kunnen volstaan? Ja, volgens mij is het een volstrekt theoretisch
exercitie, want u zegt nou, u hoeft er geen treinen te bestellen, maar de hele tariefrestrictie is nooit ingeroepen uiteindelijk. Dus het is helemaal niet actueel geworden. Ja, maar het is wel actueel geworden. Want de prognoses zijn belangen na niet gehaald, de reizigersprognoses. Dat hebben we kunnen zien. Ja, maar u legt een verbanden waar ongeveer 2-3 jaar tussen zitten. U stelt de hypothetische vraag, stel dat begin 2002 de vervoersomvang inmiddels al zo ver teruggebracht zou zijn in de prognoses dat je geen extra treinen had hoeven te bestellen in het model van de tariefrestrictie. Dat zegt u. Als dat zo zou zijn, wat ik betwijfel dat we er op die manier naar keken, en dat hoefden we ook niet, dan hebt u gelijk, dan hadden we niet 1 of 2 treinen extra hoeven te bestellen bij de tariefrestrictie. Maar dat is een volstrekt theoretisch en niet bestaand en ook niet gematerialiseerde situatie. Nou ja, ik concludeer dat 28 miljoen van die materieelkosten die geen werkelijkheid geworden zijn, dat die wel corresponderen, bijvoorbeeld met de strategische waarde qua hoogte. Maar u ontkent elk verband. Dus. Ja, dat verband is er niet. Dat ontkent u. Dat is slechts toeval. U zat in de stuurgroep HSA. Correct. Ja. Was u daar voorzitter van of lid? Nee. Meneer Meerstad. Meneer Meerstad was voorzitter, maar u was daar intensief bij betrokken. Kunt u zich een discussie herinneren over wat gaan we de overheid wel of niet vertellen over de business case? Ja. Net zoals in de politiek en in de ambtenarenwereld praten wij ook wel eens over van wat is geschikt om naar buiten te brengen, wat moeten we naar buiten brengen, wat vereist het contract en wat is niet handig omdat het commercieel gevoelige informatie is, om maar een voorbeeld te noemen. Kunt u zich de discussie herinneren dus binnen de stuurgroep van de HSA, wat gaan we wel en niet aan de overheid vertellen? Want ze mogen niet weten wat de strategische waarde is die in het bod zit. Nee, even los van mijn wat algemene opmerking, maar nee, heel specifiek kan ik me dat niet herinneren. Lijkt me heel erg cruciaal. Want dat is een uitermate belangrijke strategische discussie die toen gevoerd is. Ja, maar misschien is dat moeilijk over te brengen, maar als toekomstige verantwoordelijke voor de exportatie was ik vooral bezig, niet eens op dat moment nog met hoeveel reizigers krijg ik in de trein, wanneer. Mag ik even u onderbreken? Ja. Natuurlijk, u heeft uitvoerig geschetst, ook aan de voorzitter van de commissie, wat uw taak en uw opdrachten was en uw doel. Ja. Maar ik vraag u bent lid van de stuurgroep HSA. Ja. En dan vraagt u En daar zit Meerstad bij, laten we zeggen, de hele directie, zeg maar de top van NS. En die is aan het praten, hoe gaan wij verder met de HSA? Men had al volstrekt duidelijk, dit wordt een hele moeilijke zaak. En het doel was, kunnen wij toch niet linksom of rechtsom die tariefrestrictie realiseren? Vervolgens is aan de andere kant is de vraag, jullie willen erover praten, nou laat maar zien hoe het zit. En dan zegt de directie, wij kunnen niet de kaarten open en bloot op tafel leggen, want dan wordt duidelijk dat in ons bod de strategische waarde zit. Heeft u die discussie meegemaakt? Kunt u zich die discussie herinneren? Nee. Heeft u stukken gelezen waarin dat staat? Niet de afgelopen periode waarin ik mij voorbereid heb. Kunt u zich herinneren dat u stukken heeft ontvangen in 2002, waarin letterlijk staat wat ik zojuist gezegd heb? Ja, nee. Als ik antwoord moet geven op uw vraag, nee. Ik ga citeren. Uit een stuk wat u ontvangen heeft. En dat luidt als volgt. Verkeer en Waterstaat wil onze integrale business case. Ik begrijp inmiddels dat dat niet kan, omdat er allerlei rekentrucjes zijn uitgehaald ten opzichte van de base case, waardoor Verkeer en Waterstaat de strategische waarde in ons bod zou kunnen afleiden.
X en Y heb ik gevraagd alle stukken te verzamelen die Verkeer en Waterstaat ook heeft. En om na te denken over een business case die consistent is met de base case. Wat zegt dat? Maar wie schrijft dit? Dit is van is aan u gericht van een medewerker. Oké. Okay. Nou, u leest het voor, dus dan ligt het er. Maar wat is uw punt? Kunnen we daaruit de conclusie trekken? U kunt zich dat niet herinneren, dat die discussie gevoerd is. Dat, laat ik het even negatief stellen, van hoe kunnen we verdonkere manen dat in het bod een strategische waarde zat richting Verkeer en Waterstaat? Ja, maar ik reconstrueer nu. Dus als u dat zegt en dat staat er, dan is erover geschreven. Het punt is dat inmiddels bekend is wat die strategische waarde was. En men kennelijk ook de aandeelhouders van HSA vonden dat je, omdat een strategische waarde nou eenmaal een strategische waarde is, daar niet zo, moet ik dat zeggen, open over hoeft te communiceren. Ja. Maar laat ik het zo eens vragen. Vindt u het chic wat er gebeurd is? Ja, dat kan ik niet goed beoordelen. Ik vind ook dat. Nee, maar dat kunt u wel beoordelen. U heeft daar toch een mening over. Er zijn twee partijen die willen met elkaar praten over een onderwerp. De tariefrestrictie. Dan vraagt de ene partij, die dat daar ja of nee tegen moet zeggen, wilt u uw kaart op tafel leggen? Nee, maar ik vind en u legt van de. In zijn algemeenheid vind ik dat een bedrijf, zeker de NS en zeker HSA, zijn best moet doen om een financiële positie te bereiken die binnen alle wettelijke en juridische kaders past. Meneer Dupken, we hebben het hier over een staatsbedrijf, ja? 100% ja. Van de overheid, van ons allemaal, die aan diezelfde overheid vraagt en aan de politiek die tariefrestrictie. En dan legt dat bedrijf niet de kaarten open en bloot op tafel. Ja, maar meet u nu niet met twee maten dat u enerzijds ons nu een staatsbedrijf acht. En dat zijn we in financieel opzicht natuurlijk. Maar anderzijds in de aanbesteding ons neerzet. Dat bedoel ik gewoon ook positief. U ons positioneert als een contractpartner die in de harde wereld van de aanbestedingen moet vinden zijn plaatsje te vinden. Maar wat laat ik nu... En het feit dat daar dan... Meneer Dupken, ik wil graag dat u de vragensteller laat uitspreken. Dat we de vraag kunnen stellen. Excuse. Want anders wordt het een discussie en dat is niet de bedoeling. Dus het is belangrijk dat we de vraag even af kunnen maken en dan vragen we u daarop te antwoorden. Ik herhaal het nog een keer. Verkeer en Waterstaat wil de hele business case. En ik begrijp inmiddels dat dat niet kan, omdat er allerlei rekentrucjes zijn uitgehaald. Wat zegt dat u? Ja, dat met de strategische waarde de aanpassingen kennelijk gedaan zijn in het bod. En nogmaals, daar was ik niet bij. Om het de vervoersomvang maal de opbrengsten, om die min of meer in overeenstemming te brengen met het uiteindelijke bod. Ja. Anders gezegd, er zat wat lucht in en we weten inmiddels hoe groot die lucht was. Ja. Dus u zegt, er zijn meer reizigers geprognotiseerd dan werden verwacht. De opbrengst per kaartje is hoger geprognotiseerd dan verwacht. En zo is die strategische waarde erin versleuteld. Die is heel hoog ingeschat, die waarde. Ja. Dan nogmaals is de vraag, dan kom ik terug op die tariefrestrictie, is het dan toch niet zeer waarschijnlijk te achten dat in die tariefrestrictie die strategische waarde is versleuteld? Nee. Nee. U ontkent dat. Ja. U zegt die strategische waarde, die 47 miljoen, dat was gewoon een reëel getal. Ja, of dat een reëel getal is, daarom is het een strategische waarde. Ik kan die niet onderbouwen met reizigersaantallen. Nee, het gaat niet om strategische waarde. Het gaat nu om die 47 miljoen. En of die een tariefsverlaging zou leiden tot 47 miljoen minder opbrengsten structureel voor HSA. Nee, niet tot 47 miljoen minder opbrengsten. Tot een deel minder opbrengsten en een deel meer kosten. Ja, maar de resultante 47 miljoen. Kijk, laten we
daar geen spel om spelen. U weet heel goed waar ik naartoe wil. Namelijk de vraag of in de discussie rond de tariefrestructie, zeg maar, de strategische waarde is versleuteld. Nee. Om zo te komen tot een lagere concessievergoeding en meer comfort voor NS, omdat ze te hoge boden hebben. Nee, naar mijn mening niet. U vraagt het mij. Ja, maar u heeft toen in 2002 alles bestudeerd. U heeft zich helemaal ingelezen. Ik heb het u net voorgelezen, ga het niet nog een derde keer voorlezen. Nee. Daaruit is toch duidelijk dat u eigenlijk die tariefrestrictie nodig had om tot een meer reële business case te komen. Een business case die ons meer comfort zou geven en die de toch tot erg hoge tarieven opgevoerde prijzen van de treinkaartjes wat zou verminderen. Ja. Ja. Ja, ik blijf toch met een onbevredigend gevoel hier zitten. Maar ik concludeer dat, laten we zeggen, bewust in 2002 door NS bepaalde informatie achter de hand is gehouden, dat dat niet mocht uitlekken, omdat dan duidelijk zou worden met dat in het bod, zeg maar, een strategische waarde was verwerkt in de orde van 28 miljoen, zoals we hebben kunnen horen, en dat dat niet bekend mocht worden bij Verkeer en Waterstaat en ook niet bij de politiek. De aandeelhouder, als u de tekst die u voorgelezen hebt voor u ziet, dan ziet u wat daar de aandeelhouder van vond? Goed, geef het woord aan de heer Elias. Ja, ik heb nog een paar feitelijke vragen. U zei net in antwoord op de vraag van mijn collega Van Gerven, daar was ik niet bij toen het over dat bod ging. Maar hij citeerde een stuk dat aan u gericht was, waarin stond, er zijn allerlei rekentrucjes uitgehaald ten opzichte van de base case, waardoor Verkeer en Waterstaat de strategische waarde in ons bod zou kunnen afleiden. Daar was u wel bij, toch? Het ontvangen van dat memo, dat was aan u gericht. Ja. Als daar de goede datum boven staat, dan De datum is 9 september 2002. Okay. Het memo is van een ondergeschikte en het is gericht aan u. Okay. Dus ik neem aan dat u daarbij was. Ja, 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 ja. Als u een memo krijgt van een ondergeschikte die zegt, we hebben met rekentrucjes gewerkt, wat is dan uw reactie daarop? Ik ben uitgegaan van andere vertrekpunten, van die 148 miljoen. Vandaar mijn vraag. Wat is uw reactie erop als u leest in een stuk aan u, er zijn toen rekentrucjes uitgehaald? Ja. Dat neem je voor kennisgeving aan, want dat speelde in 2001. Nee, maar dat heeft u dus destijds voor kennisgeving aangenomen. Ja, ja, ja. Dan is er een memo niet lang daarna, ook aan u, waarin wordt gezegd, dat gaat over de strategie. We gaan zo laat mogelijk starten. Dat maakt om te onderhandelen over die tariefrestrictie, want dat maakt de positie van HSA sterker, omdat de staat geen alternatief heeft. Het zal moeten zijn afgerond voordat de feitelijke contracten voor het materieel worden getekend. Dus daar is als strategie, wordt daar besproken, vastgesteld. Het is verstandig om zo laat mogelijk over die tariefrestrictie te beginnen. Want dan zit de staat toch met zijn vingers tussen de deur. Want anders dan hebben we geen vervoer. Kent u dat memo? Nee, niet uit mijn hoofd, maar het lijkt me ook niet erg consistent en consequent. Want het moest voor 1 september 2002 ingeroepen worden. Is het niet zo dat u, want ik weet dat dat later nog een keer aan de orde komt bij het bestellen van het materieel, dat u twee... Nee, ik citeer uit een memo van 26 november 2002, strategie heronderhandeling concessieovereenkomst. Mm-hmm. Dan is er nog een andere bijeenkomst op 16 september, is ook een stuk van. Herinnert u zich dat nog? Daar wordt ook gesproken over die tariefrestricties en daar wordt ook aangegeven wat het doel daarvan is voor HSA. Kunt u zich dat herinneren? Welk doel er was om die in de interne strategische bespreking, om financieel onder andere een betere financiële positie, of niet een betere financiële, maar een stabielere financiële positie te verkrijgen. In ieder geval die voor HSA meer comfort zou geven.
Als ik zeg dat een van de belangrijkste punten was dat de lucht uit het bot moest worden gehaald, gaan er dan wel bellen rinkelen? We hebben het al over de lucht gehad. Ja, maar lucht uit het bot halen, winstgevendheid sterk verhogen is het doel. Dat... Herkent u dat? Ik ken het wel, maar dat... kijk, als mensen dit soort dingen schrijven, dan zijn dat gespreksnotities. Dan zijn dat gedachtegang, dan zijn dat ideeën van de betrokkenen zelf. Dat is niks waard. Mij wordt een memo gestuurd waarin staat de bedoeling is dat we de lucht uit het bot halen en de winstgevendheid sterk verhogen. Dat kan iemand wel schrijven, maar dat stelt niks voor. Ik vind dat ik beoordeeld moet worden op de zaken die ik voorgesteld heb en beschreven heb en die vastgelegd zijn in de brief van de Vaste Kamercommissie. Dat er allerlei interne memo's zijn waar wel of niet iets mee gedaan wordt, ja, dat het zijn zo. Maar als er in een memo staat, we gaan twee dingen doen. Het lucht uit het bot halen, winstgevendheid sterk verhogen en twee... de maatschappelijke haalbaarheid verhogen door dus met de politiek te gaan praten en te zeggen het is zo zielig voor de reiziger allemaal, die hoge kaartjes, die hoge prijzen. En dan wordt het uitgelegd, lucht uit het bot halen en dan daaronder, daar staat dan ad 1 lucht uit het bot halen en dan ad 2 is maatschappelijke haalbaarheid verhogen. En dan staat daaronder argument 1 mogen we uiteraard nooit melden. Nou ja, men deed toen, geheimzinnig over de strategische waarde die in het bot zat. Nee, maar dat uw strategie was om de lucht uit het bot te halen via het spelen van de kaart van het is zo naar voor die reiziger dat die kaartjes zo duur worden. Dat eerste, dat mocht nooit verteld worden. Dat staat hier in een advies aan u. Ja, maar de vraag is of we dat advies opgevolgd hebben. Dank u wel, voorzitter. Ik wil dit onderwerpje even samenvatten. En dan gaan we zo meteen door met het bouwen van de trein. Meneer Dupken, u heeft bij het begin aangegeven dat het reizigersbelang met het bod wat was gedaan en aanvaard en de afspraken die waren gemaakt op de achtergrond was geraakt. En dat u op enig moment ziet dat het bod hoog is en dat die tariefrestrictie moet komen. Ik wil dit onderwerp echt even samenvatten en ik denk dat het belangrijk is dat we het beeld helder krijgen wat we hier met elkaar hebben gewisseld. Uw stelling is, wij zijn gewoon aan de slag gegaan. Die tariefrestricties waren onaanvaardbaar. Maar wij hebben een aantal stukken aan u moeten voorhouden, waarin niets anders dan een beeld uitademt van pas op, ze komen erachter wat we echt hebben gedaan. We hebben rekentrucs uitgehaald. Het doel is het verkrijgen van een tariefrestrictie, want daarmee wordt onze winstgevendheid verhoogd. Letterlijk, het bod is te optimistisch. Invoering van tariefrestricties voor 47 miljoen is een van de weinige mogelijkheden om onze winstgevendheid te verhogen. Maatschappelijke haalbaarheid verhogen, dat is het argument. Maar dat mogen we uiteindelijk nooit melden. Ik denk dat het goed is als we gewoon constateren dat u zegt, het zijn allemaal memo'tjes, ik neem er kennis van. Maar dat het belangrijk is dat de commissie hier vandaag aan u vertelt dat dit stukken zijn uit de boezem van HSA, de stuurgroepstukken, stukken die met iedereen zijn gedeeld, niet van een ondergeschikte. Dit waren stukken van uw rechterhand, die rechtstreeks werden besproken. Hoe zorgen we ervoor dat de staat er niet achter komt dat de enige reden om die tariefrestricties te krijgen zijn om onze winstgevendheid te verhogen? Daar zit echt lucht tussen wat u aan ons vertelt en wat wij uit de stukken uithalen. Heeft u daar nog een reactie op voordat we doorgaan met de treinen? Ik vrees dat ik anders in herhaling val. En in het algemeen samengevat is het zo dat ik geprobeerd heb om de positie van HSA die vanaf de start, dat heb ik gememoreerd, toch zwaar zou zijn om die enigszins te verlichten en welke mate waarin de 47 miljoen is samengesteld, dat is op basis van heel veel aannames, brieven, notities, memo's en soms doe je daar iets mee en soms laat je het voor wat het is. Ja. En als ik dan nu al zeg dat in de staartjes staat, die eigenlijk een soort oplegger zijn van de stukken, we doen dit onder het mom
van een tariefrestrictie, dan zegt hij dat is ook maar gewoon een stuk. Ja, het is een notitie. Oké. Okay. We gaan even schorsen. En wij zien elkaar om 10:50 terug en dan gaan we door naar de treinen.
heropen het verhoor en verzoek de gevierde getuigen opnieuw binnen te leiden. Mevrouw Vos vervolgt het verhoor. Meneer Dupken, we gaan het nu over het andere grote onderwerp hebben waar u verantwoordelijk voor was. Het materieel, de treinen en het begin van de treinenbestelling. Direct na uw aantreden moet u de aanbestedingsprocedure starten voor het materieel, de treinen. En we hebben het er net al over gehad. Er moeten heel veel reizigers meegaan om inderdaad die miljoenen uit het bot te gaan halen. Heeft u net goed uitgelegd dat dat u verantwoordelijk was en dat u die ook wilde nemen. En het zou dan om treinen moeten gaan waar tenminste 525 passagiers in zouden moeten kunnen zitten. Mijn eerste vraag is op welke reizigersprognoses, dus behorende bij welke business case, daar hebben we het ook over gehad, was die gevraagde trein gebaseerd? Hoeveel passagiers moesten er mee? Mijn vertrekpunt was de aannames zoals in het bod gedaan zijn. Hoeveel was dat? Qua aantallen, de getallen die u noemt. 500, ik dacht zelfs 550. Maar 550 zouden in een trein moeten zitten, wilde u? Eenheden, treinen van 550 zitplaatsen moeten hebben. Dat was geoptimaliseerd op grond van de onderzoekingen die gedaan zijn. Welke business case was dat dan? De business case die hoort bij het bod. En hoeveel miljoen reizigers per jaar ging dat dan? Dat weet ik niet. Ik heb te maken met het aantal reizigers per trein, per richting, per dag. En niet hoeveel dat per jaar zijn. Maar goed, dat vertaalde zich dus in treinen waar minstens 525 reizigers in moesten kunnen zitten. Dat was de optimale situatie. Maar dat aantal, was dat dan gebaseerd op die prognoses? We hebben de heer Spaargaren gehoord afgelopen week. En die had het erover dat die prognoses nogal gestretched waren. Was het gebaseerd op die prognoses? Ja. U vraagt me nu welke prognoses onder het bod liggen. En ik heb vanochtend in een andere context al gezegd, die ken ik niet. Ik heb u alleen mijn vertrekpunt genoemd. En dat is bestel voldoende treinen waar 550 mensen in zitten. Maar u gaat toch alle, uit van alle onderliggende details, die kan ik u niet noemen. Maar hoe komt u dan aan het aantal van er moeten zoveel reizigers in de trein? U gaat toch ergens rekenen van oké, zoveel miljoen moeten we dus per jaar gaan vervoeren. Wil ik aan de NS het kunnen waarmaken? Die cijfers kent u toch? Nou, je weet, nou die cijfers ken ik, die zou ik op kunnen zoeken, maar die ken ik niet uit mijn hoofd. Waar het om gaat is hoeveel mensen rijden er op een route, Amsterdam-Rotterdam, gedurende welke periode. Hoeveel klanten krijg ik daar? Die zijn ingeschat. Daar zijn alle ingewikkelde berekeningen op losgelaten. Daar zijn prijselasticiteiten op losgelaten. En dat kom je tot een aantal reizigers. Die zijn vertaald in een aantal treinen. Dat allemaal door collega's van mij gebeurd en vastgesteld. En daar vertrouw je dan op. En dat is dan je vertrekpunt. En ik heb niet nog herberekend, nog verder me verdiept in die cijfers. Dat heb ik, dacht ik, vanochtend ook al gezegd. Nee, maar dat vraag ik ook niet. Ik vraag alleen of u die aantallen en dus de doorvertaling naar de treinen, of dat gebaseerd was op dat heel erg gestretchte bod waar de heer Spaargaard het ook over gehad heeft. En waar we het vanochtend over gehad hebben. Dat zou u hem moeten vragen, dat weet ik niet. Ik kan niet anders concluderen dan dat dat gebaseerd is geweest op het uiteindelijke bod wat er gedaan is. Het uiteindelijke bod, behoorlijk hoog was, dat zei u vanochtend wel. En we weten ook inmiddels waarom en dat daar 28 miljoen extra in zat, waar als je dat ook nog terug wilde verdienen, heel veel moeite voor zou moeten doen. Oké, maar ik probeer gewoon even uw rugzak te ontrafelen die u meekreeg. U kreeg een behoorlijk zware rugzak mee, u moest heel veel reizigers gaan vervoeren. Dat vertaalt zich door naar treinen ook veel reizigers in moeten. Dat kunnen we wel samenvatten. Ja, zeker. Okay. Ik had de specificaties van hoeveel er per trein mee moest. Ja, dat waren er veel. Want 525 zitplaatsen,
Dat is ongeveer 1,5 keer zoveel als in een TGV of ICE, dus die hoge snelheidstreinen die toen bekend waren, paste. En dat was wel een van de technische eisen waardoor er geen standaardtreinen gekocht konden worden. Dus geen TGV van Alstom of ICE, tenminste zoals ze op dat moment waren. Ik zou niet weten waarom. Je kunt de TGV ook een stuk langer maken als je dat zou willen. Zou je dat zomaar langer kunnen maken? Want dat past dan toch niet op de sporen? Niet zomaar, maar dat kan. Dan zou je ze zomaar langer kunnen maken. Maar... Dus ik reageer even op u van, dus kan het ene niet. Maar goed, het uitgangspunt van HSA was, dat hebben we ook een paar keer ook gezien en ook gehoord volgens mij, er zouden standaard treinen moeten gekocht worden, zodat ze ook snel geleverd konden worden en weinig kinderziektes. Maar u moest een trein vragen waar 1,5 keer meer reizigers in zouden moeten. Ja. Hoe verhoudt zich dat tot de wens om een standaard trein te kopen en die wens om ook heel veel reizigers te kunnen vervoeren? Ik heb in mijn inleiding gezegd dat alles nieuw was, dat alles complex was. Mm-hmm. En dat er in de concessieovereenkomst hele hoge eisen stonden aan de techniek. Dat voldaan moest worden aan de laatste Europese normen. Mm-hmm. Dat werd nog aangevuld met een aantal extra eisen in de concessieovereenkomst. Het belangrijkste was dat er ERTMS in de trein ingebouwd zou moeten worden. En als je dat hele pakket, alle eisen van de overheid samenvat, dan kom je maar tot één conclusie. Toonbankmaterieel voor deze lijn is er niet. Oké, dat zat dus ook in uw opdracht. U kunt geen toonbankmateriaal kopen, u moet uitgaan van het stond niet in de opdracht, het was een gevolg van de randvoorwaarden. Nee, dat was het gevolg. Het gevolg was dat u niet zomaar ergens van de plank een trein kon kopen, maar echt een nieuwe trein moest gaan bestellen. Nieuw moest specificeren, nieuw moest ontwikkelen, niet alleen voor ons. Maar ook voor de fabrikant waarvoor wij zouden kiezen eventueel. En ook nog een keer maal twee, omdat we het samen met de Belgische spoorwegen moesten doen, die ook hun eigen wetgeving, hun eigen regelgeving, hun eigen beveiligingssystemen hebben. Ja. Toonbanktreinen bestonden er niet. Oké, dus u had nog een ingewikkelde opdracht eigenlijk erbij als het ging om het materieel waar u verantwoordelijk voor was. Ja. En dan gaan we naar de aanbestedingsprocedure voor die treinen. Dat ging ook iets minder voorspoedig dan gewenst. Die procedure duurde veel langer dan voorzien. En het eindigt uiteindelijk met 1 enkele aanbieder, Ansaldo Breda. Correct. En dat was een Italiaanse en ook een vrij onbekende treinenbouwer. En voorafgaand... Voor wie onbekend? Nou ja, in de sector. Voor u was hij onbekend. De NS had nog nooit met Ansaldo Breda samengewerkt. Correct. Okay. Toen er voorafgaand aan het bestek werd overlegd met de industrie, dat is gebruikelijk in de procedure, toen kwam Ansaldo Breda niet voor. Ik ben benieuwd wat de reactie was van het aanbestedende team toen Ansaldo Breda in één keer opdook en zich meldde voor de aanbestedingsprocedure. Nou, er zitten diverse fases in en... Ten eerste is het schrijven van het bestek, dan het uitnodigen van bedrijven die belangstelling hebben om zo'n trein die in dat bestek staat te maken. En bij mijn weten waren er 8 bedrijven die gezegd hebben belangstelling te hebben. En daar was Ansaldo Breda, zoals ik me herinner, van het begin af bij. En wat vond u daarvan, of het aanbestedende team, dat in één keer die treinenbouwer zich ook meldde? Ik heb me in die fase niet intensief met de voorselectie bezig gehouden. Wel met de uiteindelijke stap om verder te gaan met een aantal bedrijven. Want u weet uit de stukken dat er 2 bedrijven zijn afgevallen. Eén is zelf gestopt en de ander is niet... sorry dat het voortdurend in het Engels is, niet compliant verklaard. Het voldeed niet aan de eisen. En er zijn... 6 bedrijven verder gegaan, waarbij ik het op zich een interessante gedachte vond dat het ook een voor ons onbekende, maar voor Italië absoluut geen onbekende railbouwer, want samen met Fiat heeft Ansaldo natuurlijk al 150 jaar treinen gebouwd in Italië. Maar dat Ansaldo Breda zich op deze markt begaf. En dat kan ik ook nog wel toelichten, want later maak je kennis met zo'n bedrijf en dan zie je toch een aantal punten waarvan je denkt, waarom niet? Waarom zouden zij niet mee kunnen doen? Want dat is de eerste vraag, niet van
Hoe zit dat allemaal? Hoe gaat het allemaal verder in die procedure die vrij lang duurt en in dit geval ook te lang geduurd heeft? Ja. Maar je kijkt in eerste instantie wie valt er bij voorbaat af of wie moet er afvallen? Of wie zegt er af, dat kan ook. Nou, toen Ansaldo Breda zich meldde, toen was uw reactie, waarom niet? Net zoals de Siemens en de Alstoms en de Bombardiers van deze wereld. Want in die fase accepteer je graag iedere aanbieder. Want zoveel zijn dat er niet op de wereld, dat weet u. Inderdaad, hoe meer aanbieders zich melden, hoe beter het is voor u als bedrijf zeg maar, om een goede keuze te kunnen maken. Commercieel gezien is dat altijd interessant. Als je maar met één of twee te maken hebt, is dat uiteraard lastig. Ja, ja. Dus uw reactie was spannend. Goed dat er Ansaldo Breda zich... Nou, interessant, zei ik. Interessant, ja. Siemens en Bombardier als treinaanbieders, die waren voor u meer bekend. En die doen in april 2003 een aanbieding die niet voldoet aan de gestelde eisen. En ze gebruiken daarvoor als argument dat de combinatie van al die nieuwe technische eisen, waar we het ook net over gehad hebben, en die korte levertijd, want het moest ook nog allemaal heel snel vanuit HSA, en de kleine seriegrootte, want het waren ook niet veel treinen, die zorgen voor hen voor een prijs die niet concurrerend zou zijn. Dus die bekende treinenbouwers die zeggen van, als wij het allemaal bekijken, dan is het voor ons eigenlijk niet zo interessant. Gingen er toen voor u niet alarmbellen af? Nee, want ik begreep het wel, dat het moeilijk werd. Er werd ook uitstel gevraagd door de bedrijven om de aanbieding uiteindelijk te doen. Ja. Door alle complexiteit die we met elkaar bedacht hebben, brachten we zelfs de gerenommeerde bedrijven, zoals u terecht zegt, ik wil niet zeggen in de problemen, maar toch wel waren er zorgen over, kan dit allemaal wel? Kan dit allemaal wel op tijd? Want ook een van de randvoorwaarden is, we hadden geweldige haast. Want ik kon me niet zo goed voorstellen dat de lijn geopend zou worden en dat er geen materieel zou zijn. Mm-hmm. Dat was eigenlijk de hoofdgedachte. Zorgen dat er materieel is. Het team, want ik ben dat absoluut niet alleen geweest. En u weet ook dat niet HSA de opdrachtgever is, maar NS Financial Services heeft dat verder onderzocht. Heeft de afwegingen gemaakt, heeft de plus en minnen op een rijtje gezet. Heeft gekeken waar mensen wel aan voldoen en niet aan voldoen. En zelden is het in dit soort complexe situaties zo dat iedereen overal aan voldoet. Ja, die hebben dat beoordeeld en hebben ook gehoord dat er sommige bedrijven moeite hadden om aan alle eisen te voldoen. Dat waren dus wel gerenommeerde bedrijven die u kende, die ook bekend stonden als leveranciers van hoge snelheidstreinen, de enige die in Europa rondrijden. Ja, maar dat is... Ik moet heel voorzichtig zijn. Ja, u mag mij onderbreken nu. Het zijn wel hoge snelheidstreinen. Treinen, maar de eisen die gesteld werden op het gebied van ERTMS, nou, ik heb het allemaal genoemd, die maakten dat het ook voor Siemens en voor Bombardiers en voor de Alstoms absoluut nieuwe treinen waren. Ja. Zo hebben we dat met elkaar, ik geef niemand daar de schuld van, dit is slechts een conclusie, zo hebben we het met elkaar in Nederland en België bedacht. Oké, maar dus die treinenbouwers zeggen, voor ons een beetje te complex. Dan blijven moeilijk. Er twee over, Alstom en Ansaldo Breda. Maar wat betekent dat dan voor de marktspanning? Dat er maar voor die opdracht van de acht, maar twee aanbieders over zijn. Ja, dat is vervelend. En het erge is dat er later nog maar één overblijft. Heeft nooit iemand gezegd, misschien is deze aanbesteding wel te complex? Voor Ansaldo Breda? Nou nee, als we dus hier in deze fase zitten, twee treinenbouwers zeggen van, joh, dit is echt wel heel complex. Dat gaan wij niet doen. Is op dat moment niet iemand geweest in het team die zei van, moeten we niet even terug en kijken of het niet te complex is? Ja, natuurlijk denk je voortdurend van, lukt het allemaal? Maar je hebt wel een handtekening gezet onder een contract en je moet wel zorgen dat die trein rijdt. Dus je moet door. Alle alternatieven, ja, het zal misschien toch wel een conclusie zou kunnen worden, dat je op een gegeven moment ga je met elkaar de fuik in en daar kom je niet meer uit. Want je wilt de trein op de baan hebben, je weet dat het moeilijk zal zijn. En je overdenkt om de zoveel tijd weer alternatieve varianten. Maar je komt maar tot één conclusie. Als we nu niet doorgaan, dan redden we het niet. De fuik. Heeft u dat op dat moment ervaren als de fuik? Of zegt u nu, met de kennis van nu? Nee, toen had ik dat al, heb ik dat ervaren, ja. Toen voelde je al een fuik. Ik zit nu in een fuik
met twee aanbieders, maar ik moet door. Ja. Kon u wat met dat signaal doen? He, dus dat gevoel van een fuik en dat je maar met dat twee gerenommeerde aanbieders zich terugtrekken. Kon u wat doen op dat moment in de aanbestedingsprocedure? Nee, anders hadden we het wel gedaan. Oké, dus dat echt een fuik. En we hadden op dat moment ook vertrouwen in Ansaldo Breda om verder mee te gaan, omdat... ze ons aan. Ten eerste was op papier waren hun aanbiedingen gewoon in orde. Mm-hmm. De plannen die ze maakten, de documentatie die erbij was. Ten tweede wisten we ook al de bezoeken aan het bedrijf dat ze capaciteit hadden. Dat moet je bij de hele grootte van deze wereld moet je dat maar afwachten. Want, daar lagen we voor, zeker voor Alstom en zeker voor Siemens en wellicht ook voor Alstom lagen de hele grote opdrachten. Dan hebben we het over honderden, zo niet duizenden treinen of treinstellen. En we wisten dat Ansaldo Breda dedicated aan ons toch wat capaciteit en aandacht zou kunnen besteden op dat moment. Maar wist u dat wel? Want in diezelfde periode laat u KPMG een financiële audit uitvoeren. Ja. En KPMG zegt dan een aantal key issues, zo spreken accountants. En dat bedoelen ze mee probleempjes misschien. En daar zou aandacht moeten worden besteed in het vervolgtraject. En dan zegt Ansaldo Breda, bij Finmeccanica, dus het moederbedrijf van Ansaldo Breda, werd een significante toename in de orderportefeuille geconstateerd. En dat zou kunnen duiden op een beperkte productiecapaciteit. Dus dat is toch het tegenovergestelde dat ze dedicated aan jullie zouden kunnen zijn? Dat geldt voor het hele concern Finmeccanica, maar dat geldt niet voor de specifieke situatie in Pistoia in de fabriek. Daar stonden ze gewoon leeg. Te wachten op een order. Ansaldo Breda maakt nog iets anders dan treinen. Die zijn heel groot op het gebied van metro en trein en trams. Maar de sectie van treinen, daar was ruimte om voor ons te bouwen. Oké, maar wel. En ik moet ook zeggen dat er bestaat ook nog zoiets als Ansaldo Signaling, een heel groot bedrijf dat ook vooruit liep in Europa op het gebied van ERTMS. Ik had dat soort gevoelens krijg je dan ook een vertrouwen in dat ze met elkaar voor ons die trein zou kunnen bouwen met alle nieuwe elementen erin. Want KPMG zei ook nog wat anders. Er was een geschil tussen Ansaldo Breda en Trenitalia, dus de Italiaanse klopt. NS... Klopt, ja. Over de vertraging in de levering van treinen. Van ETR 500, klopt. Ja. Dat was ook niet een signaal van grutjes. Nee, ik wil niet generaliseren, maar... Dat is heel normaal. Materieelfabrikanten zijn nog wel eens aan de late kant met de levering. Komt overigens in de luchtvaart ook voor... Als je daarop mensen uit zou moeten sluiten, dan komt er niemand. Vertraging, dat doet elke aanbieder. Nee, dat is het algemeen, denk ik. Maar wij hebben, laat ik het bij de feiten houden, wij hebben ook voorbeelden dat materieel te laat geleverd wordt. Soms merk je daar niet zoveel van, omdat je door kunt rijden met je oude spullen. Maar dat ging op de HSL Zuid natuurlijk niet. Er was niets wat kon rijden. Er was niets wat toegelaten was. Nee, maar als ik het even... Het proces, hè? Dus uw belangrijke taak om de treinen te kopen. U realiseerde zich op een gegeven moment wel met twee overgebleven aanbieders. We gaan het zo meteen hebben verder over de keuze van Ansaldo Breda. Ik zit wel in de fuik. Ja. Ik moet door. Ik moet in 2007 die treinen laten rijden. In april 2007 moet die trein rijden. Want anders dan kan ik die 148 miljoen niet binnenharken. Nee, dan geloof ik toch niet. Maar dan vind ik dat we met elkaar het niet goed gedaan hebben in dit land. Nee. Je geeft geen 7 of 8 miljard uit voor een infrastructuur en dan vervolgens tot de conclusie komen dat die trein er niet is. Dus dat heeft altijd op ons, in ieder geval bij mij, op de achtergrond gespeeld. Zorg dat die trein gaat rijden. Er zijn in de tijd dat ik verantwoordelijk was, twee hoofdstromen. De eerste hoofdstroom hebben we het over gehad. Dat zijn de financiën met alle plussen en minnen die daarbij horen. En vooral minnen en vooral heel grote financiële zorgen. Maar er is ook een hoofdstroom materieel. En daarvoor en daar hebben we zelfs financieel ruimte voor, extra gemaakt. Hebben altijd geprobeerd om te zorgen dat het materieel op de baan was. Even los van alle juridische discussies en alle discussies met de staat. Ik hoop dat straks ook nog te kunnen toelichten. We hebben dat ook met een alternatief gedaan toen bleek, want in mijn periode bleek dat de levertijd van Ansaldo Breda niet klopte. Hebben we in ieder geval gezorgd dat er een alternatief op de baan komt en dat rijdt nog steeds. Okay, want de indruk die soms gewekt wordt dat er geen treinen rijden op de HSL Zuid, die zou ik toch in die zin willen
bestrijden dat we nu zo'n 42 treinen per dag in iedere richting rijden. Er rijdt wat, maar op dat moment was u bezig met het kopen van een trein die inderdaad heel snel zou kunnen rijden, een echte hoge snelheidstrein. Dat werd best lastig. Die trein moest 220 km per uur. Die moest sneller rijden dan we in Nederland tot dan toe gewend waren. Want, zoals u net zegt, er was niet voor niks een infrastructuur aangelegd voor hoge snelheidslijnen. We hebben een klein aantal bouwers, maar er is één bouwer uit Italië. En die zegt dat ze het kunnen. Toch? Nee, er waren op zijn minst twee die zeiden dat ze het konden. Alstom kon het ook. En Siemens kon het ook, maar die had veel meer tijd nodig. Maar was u wel blij dat Ansaldo Breda zich meldde op dat moment? Ja, ik heb dat toegelicht. Ja. Ik zag, ik niet alleen, hè, want ik nogmaals, uiteindelijk zou het de trein zijn die voor haar samen moest rijden. Maar er waren volledige teams in Nederland en in België samen bezig met dit project. Dat ook de Belgische Spoorwegen is volledig in charge geweest met de technici, met de juridische mensen, met de financiële mensen. Ja. Dat was een heel groot projectteam dat uiteindelijk al die stappen gezet heeft, begeleid heeft. En uiteraard de directeur van NS Financial Services en mij op de hoogte gesteld heeft van de vorderingen en van de dilemma's en van alle punten die daar een rol in spelen. Want het is een heel zorgvuldig proces geweest. Heel zorgvuldig, maar goed, we hebben hier dus een complexe vraag. Maar u bent uiteindelijk toch wel erg blij dat er in ieder geval twee treinenbouwers, waaronder een voor de NS onbekende, in ieder geval mee willen doen. Ik geef even het woord aan de voorzitter. Dat klopt, ja. Ik was nog even benieuwd naar twee punten. Het eerste is KPMG. Die gaat kijken of er nog problemen te verwachten zijn. Zij schrijven dat het wel een key issue is dat er misschien een overvolle orderportefeuille is. En dat het wel eens problemen zou kunnen opleveren. Maar u zegt, dat was misschien bij Finmeccanica, maar niet bij Ansaldo Breda. Correct. Maar waarom is dat dan het bericht van KPMG als ze op pad gestuurd worden om te kijken bij Ansaldo Breda? Weet ik. Want dan zou je verwachten dat er een alinea staat, maar jongens, don't worry. Ken de scope, het gaat niet over Ansaldo Breda. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van NS Financial Services. Kende u het? Mijn collega heeft tijdens een regulier overleg daar verslag van gedaan. Dus ik kende de inhoud wel. Oké. Hij vond het geen reden om andere stappen te nemen dan we op dat moment konden doen. Nee, maar ik was even benieuwd naar onze conclusie. Zou kunnen zijn op dit punt. Er is wel gekeken naar Finmeccanica. Maar niet zozeer naar Ansaldo Breda. Maar dan houden wij natuurlijk nog wel even de gedachte. Maar waarom wordt het dan juist over Ansaldo Breda geschreven? Weet ik niet. Oké. Het lijkt me niet relevant, maar daarvoor moet je de context kennen. Maar KPMG schrijft toch geen dingen op die totaal niet relevant zijn? Dat weet ik niet. Daarom zeg ik, ik ken de context niet, ik ken de vraag niet. Okay. Ik weet alleen dat, laat ik het bij mijn feiten houden, daar hebt u gelijk in. Ik weet alleen dat de capaciteit voldoende was in Pistoia, waar de treinen gemaakt zijn. Dus een signaal van KPMG dat misschien niet zo is, heeft u niet zo geduid? Nee. Oké. Okay. U zei in het begin, de hele procedure heeft wel lang geduurd. Ja. U zei eigenlijk een beetje aan het eind, Siemens zou meer tijd nodig hebben. Was tijd dus echt een hele grote zorg voor u? Ja, ja, daar ben ik bijna mee begonnen. En dat het is in al die jaren is dat de zorg om op tijd materieel te krijgen. U geeft ook heel helder aan, en zo begon u eigenlijk ook het voor. U had echt het idee, dit is een uitdaging, maar ik ga hem aan. Ik ga gewoon echt een uiterste best om het voor elkaar te boksen. U zei, ik voelde dat ik in een fuik zat. Had u wel het gevoel de ruimte te hebben om in ieder geval tegen ofwel het moederbedrijf of misschien zelfs tegen de staat te zeggen, jongens, de treinenbouwers waarmee we gewend zijn te werken, geven de levertijden niet aan? Die kunnen dat niet halen, we hebben een serieus probleem. Ja, natuurlijk is dat besproken intern, in stuurgroepen. Hoe reageerde men toen? Ja, met zorg natuurlijk. Alleen, als je dan in de beslotenheid van een studievertrek weer alle alternatieven en varianten bedenkt die nodig zijn om dat probleem het hoofd te bieden, dan kom je tot de ontdekking dat die er niet zijn. Okay. Althans, wij hebben ze niet ontdekt. Okay. Ik wilde even doorgaan naar de snelheid van de hoogsnelheidstrein. Want dat was natuurlijk de gedachte. We
gaan proberen met een hogere snelheid dan een gemiddelde trein over die hoge snelheidslijn te gaan rijden. Er ontstond vrij snel discussie over die snelheid. Want in de 13e voortgangsrapportage, zijn we nu rapportages vanuit de minister. En dan zoom ik in op een voortgangsrapportage van 26 november 2003. Stelt minister Peijs, toenmalige minister, dat de staat van mening is dat HSA die rijtijden niet gaat halen met een trein die 220 kan. Dat stelt zij. Heeft zij dat ook aan HSA bericht? Ik kan me dat niet herinneren. Ik vraag dat. Want tegelijkertijd speelde namelijk de discussie over de rijtijdverlenging in België. Mm-hmm. Daar waren ook de grootste zorgen over. Daar heeft de heer Verkrieken, dacht ik, het ook over gehad. Ja. Dat haalde je niet in 93 minuten. Ik kwam vrij snel tot de ontdekking hoe dat kwam. Alleen die discussie is dus over die 93 minuten in relatie met 220 km per uur is over... schaduwd door de foutieve rijtijden in België. En ik zou willen zeggen dat alle fabrikanten op enig moment... Er waren fabrikanten die voldeden niet aan de rijtijden. Maar alle fabrikanten, Ansaldo Breda heeft daar een oplossing voor gevonden... hebben uiteindelijk, gegeven de nieuwe situatie... voldaan, naar mijn mening, aan de reistijden. Althans op papier. Ik denk dat u terecht aangeeft, goed dat u die interventie even pleegt... dat een oorzaak voor een deel was ook echt in aan de Belgische zijde. Ja. Want inderdaad, dan zal ik nog even dat stukje erbij pakken uit die voortgangsrapportage. Er zijn inderdaad vermoedens gerezen dat aan Belgische zijde die rijtijden langer zijn. Maar, zegt de minister, en als je dat leest is best een pittige uitspraak... HSA heeft in haar bieding aangegeven dat alleen de treindiensten die doorgaan naar Parijs... met bestaand rollend materieel 300 zullen rijden... en de overige treindiensten met een maximumsnelheid van 220. De staat is van mening dat met het materiaal van 220, materieel van 220 kilometer per uur, de gecontracteerde reistijd niet waargemaakt kan worden en heeft dat aan HSA medegedeeld. De staat zal HSA houden aan de rijtijden. Ja, dat is terecht. Maar dat is best ingewikkeld, denk ik, want u komt erachter dat die rijtijden niet kunnen worden gehaald. U heeft nog steeds de gedachte, we gaan 220 kopen, maar ja, dat werd uiteindelijk 250, zoals u weet. En precies, daarmee... is waarom ik het ook vraag. Waar is dat dan daarin gelegen dat iedereen dacht, ho jongens, we gaan nu even die treinenbouwer vragen, creëer een situatie waardoor een trein 250 kan rijden? Nee, dat is... We zoeken daarnaar. Dat, naar mijn herinnering, is dat, heeft Alstom... altijd voldaan aan de rijtijden. Worstelde Ansaldo Breda met de rijtijden. Zoals ieder bedrijf wel worstelt met sommige delen uit het bestek. En die kwamen met de oplossing om 230 km per uur te rijden. En daarmee te voldoen aan de reistijden. Dus de waarschuwing was terecht. Zeker ten aanzien van de reistijden die Ansaldo Breda kon realiseren. Maar in 2004 is dat opgelost. Ja, maar u vraagt in het bestek om treinen van 220. Vervolgens komt de minister en zegt, jongens, die 220, allemaal leuk en aardig, maar daar haal je de rijtijd niet mee. Was overigens al bekend, het is niet alleen het Belgische onderdeel, hoor. Het staat er wel bij. Hadden we zelf ook ontdekt, ja. Maar het was al zo bekend dat die 93 minuten met 220 niet kon worden gehaald. Vervolgens wordt dat wel uitgezet naar de bouwers. Komt de minister met een opmerking, we houden HSA hieraan. Ja. En dan eigenlijk binnen 2 weken biedt Ansaldo Breda een trein van 250. Benieuwd, nee, wat is... Niet van 250, van 230. Van 250? Van 230. De eerste stap was naar 230 km per uur. Ja, de eerste stapje naar 230, later wordt hij 250. En vanwege alle problemen in België, zeiden ze... we hebben een aanbod, want we hebben opnieuw gekeken naar de aandrijving, naar de versnelling, naar de motoren. Als we aan die eisen van 230, dus aan de reistijden, moeten voldoen, dan bieden we jullie voor een gering bedrag meer 250 km per uur aan. En dat heb ik met beide armen aangegrepen. Ja, toch even. U bracht mij bijna van mijn stuk. Door mij te verbeteren dat het om 230 ging... Ja. Maar ik heb natuurlijk de stukken voor hem. Het ging om 250. Binnen 2 weken rijdt de trein
in de aanbieding van Ansaldo Breda 2,50. En daarom was ik ook benieuwd, is dat nou dus die druk van de minister geweest? Ik kan me voorstellen dat nee, u dat zegt, is gewoon, jongens... dat is gewoon onze verantwoordelijkheid. De minister zegt het terecht, denk ik. En, maar het is onze verantwoordelijkheid om naar degene die materieel bouwen te eisen dat ze voldoen aan de eisen. Of te eisen dat ze voldoen aan de eisen, ja, dat klopt. Ja, maar ik vraag het omdat op het moment dat aan de industrie wordt gevraagd een trein te leveren van 2,20... Ja. Weet HSA, NS, zelfs VNW, dat daarmee die rijtijd nooit kan worden gehaald. Maar op een of andere manier lijkt dat dan heel lang geen probleem. Ja. Maar ineens, de Belgen komen er nog bij, weet je, misschien nog meer problemen. Goed. En dan zegt iedereen, jongens, we hebben wel 2,20 gevraagd, maar eigenlijk redden we het daar niet mee. Dat is iets wat ons fascineert en daarom vragen we het aan u. Op een gegeven moment blijft het, want het speelt zich in dezelfde tijd af, december 2004. Drie, u heeft gelijk. 2003. Dat Alstom niet meer meedoet en eigenlijk er nog maar één, vanaf dat moment één over is, die wij houden aan de reistijden, inclusief alle zorg in België, en die daar ook voor met een oplossing komt. Als u zegt, dat lag vrij dicht bij elkaar, die stap van 2,20 naar 2,30 naar 2,50, dan is dat zo. Dat geloof ik onmiddellijk. Maar het is wel een gevolg van de eisen die we aan Ansaldo Breda gesteld hebben. De eis was overigens minimaal 2,20, dus iedereen die sneller wilde of kon... Ja, dat is een mooie zin, de minimale maximum snelheid van. Dat dat is een zin waar wij ook hebben moeten studeren. Het moet de minimale maximum snelheid hebben van 2,20. Mevrouw Vos. Nog even, dus die opmerking van de minister, die in die 13e voortgangsreportage staat, die heeft helemaal niks te maken met uiteindelijk wat u daar met Ansaldo Breda... Nou, ik denk dat er wel een causaal verband tussen is. Want je praat met de ambtenaren, je praat met de mensen en je geeft in een mondeling gesprek al eens aan van we hebben problemen met de reistijden, want niet ieder bedrijf lukt het. Ja, dan schrijft de minister terug, je houdt je maar aan de reistijden. Vooral die eerste jaren, nadat mevrouw Peijs kwam, is dat gelukkig veranderd, maar die eerste jaren... Was het een formeel juridische gedachtenwisseling tussen het ministerie en HSA? Dat was nog een beetje, denk ik, het gevolg van de wijze waarop het contract tot stand gekomen is. Maar dus vanwege die gejuridificeerde relatie, ja. Voelde u wel de hete adem van de minister in de nek om in ieder geval te drukken op verhoging van de luik? Ja, nee, we wisten zelf al dat je moet voldoen aan de eisen. Dat is niet puur toeval, er zat wel een causaal verband natuurlijk tussen. Ja, okay. Dat is helder. En de eis uit het bestek van 2002 was dat die treinen in 93 minuten dus naar Brussel konden. Dat kon Ansaldo Breda dus met 230, dat zegt u net zelf. Ja, maar die situatie heeft zich uiteindelijk helemaal niet voorgedaan. Nee, die heeft zich niet voorgedaan, het was 10 minuten, 250. 12 minuten meer. Ja, maar het ging ook over het Nederlands traject waar het spannend werd. Daar zijn ook eisen aan gesteld. Ja, maar hoe bedoel je? Ansaldo moest iets doen om zijn aanzetkarakteristiek, zijn remkarakteristiek, zijn maximumsnelheid te verhogen om aan het hele pakket van eisen, niet alleen 93, want die was inmiddels al geen 93, maar zegt dan 100 of 105, om daaraan te voldoen. Het gaat niet alleen om die 93. Het gaat om het totale programma van eisen zoals dat in de concessieovereenkomst staat. Oké, maar dus even over die snelheid. Met 230 kon in ieder geval Ansaldo Breda voldoen aan die rijtijdeneis. Ja. Waarom zijn ze dan naar 250 gegaan? Dat snappen we nog niet. Beetje op ons verzoek. En waarom verzocht u dat? Omdat er problemen waren in België. En ik probeerde voor de klant in ieder geval nog 1 of 2 minuten weer te winnen. En dat kostte 3 ton per trein. Dat lijkt veel, maar het is het niet in verhouding tot een bedrag van 19 miljoen. En is dat dan een normaal verzoek om eventjes de snelheid op te voeren? Nou, ik stel het zeer op prijs. Nee, maar even ook technisch. Ik weet dat u geen technische man bent wat dat betreft, hè, de techniek, maar... Geen materieel technicus. Materieel technicus, dat zijn de andere heren die we hebben gesproken. Maar kan dat zomaar, een trein zo opvoeren dat je van 2,20 naar 2,50 gaat? Als je andere motoren kiest, als je een andere overbrenging kiest, ik zou het niet weten, maar het kan wel. Auto's hebben je ook in heel veel uitvoeringen, terwijl ze aan de buitenkant precies hetzelfde eruit zien. Ja.
En nog even over, u zei net van, hè, dus al die treinenbouwers hebben een aantal dingen waar ze niet aan voldoen. Alstom voldeed dus wel aan die reistijdeisen met hun materieel. Was dan die aanbieding van Alstom op dat moment echt niet beter dan dat van Ansaldo Breda? Nou, we waren nog niet eens zover om dat te constateren, maar toen kwam er een ander fenomeen. Ja, dat is het aantal treinen. Ja, daar komen we zo meteen op, ja. En Alstom is niet afgevallen vanwege de exploitatieve kanten, maar vanwege de aantallen. Iets anders. Maar waarom heeft u dat eigenlijk alleen maar dus aan Ansaldo Breda gevraagd, die verhoging, nog even om het scherp te krijgen, die verhoging van de snelheden? Die hebben we niet gevraagd, die is door Ansaldo Breda ingevoerd om te voldoen aan de eisen en die is verhoogd op suggestie van Ansaldo Breda. Omdat hun pakket wat ze daarvoor nodig hadden wat extra comfort gaf. En voor mij de mogelijkheid gaf om voor relatief gering bedrag weer een paar minuten te winnen in België. Ja. Dan gaan we even diep de aanbestedingsprocedures in. Maar waarom mag Ansaldo Breda dat dan doen, al dan niet op uw verzoek iets belangrijks wijzigen, terwijl Alstom al voldeed aan de eisen? Nou, het is niet verboden om iets beters, iets mooiers te doen dan in het bestek staat. Maar wel als je in een bepaalde fase van de procedure zit, toch? Nee, dat lijkt me niet. Is het dan nog wel eerlijk? Nee. Als je binnen de scope van de uitvraag blijft, dan kan dat. Dus nog even mensen konden, de materieelbouwers werd ook gevraagd met ideeën te komen over de inrichting, over de instap. En de ene pakt het zo op en de andere zo. Oké, maar nog even om te dus dat verzoek naar 250. Hè, dus 230 deed Ansaldo Breda zelf om te voldoen aan de eisen. Ja. En die 250, dat was op het verzoek van HSA of NSFSC, die op dat moment maar onderhandelen. Nou, meer op mijn verzoek. Zodat u in België in ieder geval een paar minuten voor de reizigers erbij komt. Dus. Wat we verloren hadden. Oké. Dan wil ik nu naar het volgende onderwerp. U zei het net al, de reductie van het aantal treinen op een gegeven moment in die laatste fase. Ja. Beide fabrikanten, Alstom en Ansaldo Breda, is dan al gevraagd naar een zogeheten best and final offer. Door in jargon en BAVO. Ja. En dat is een definitieve bieding. En dan is hen gevraagd om een definitieve bieding te doen. En dan verminderen HSA en de Belgische spoorwegen het aantal treinen dat besteld moet worden. En ze vragen een nieuwe offerte. En Alstom stelt dan aan de HSA en de Belgische spoorwegen dat u eigenlijk volgens de regels zou moeten kiezen op basis van eerdere biedingen, die ze dus hadden gedaan. Ja. En dient dan geen nieuwe bieding in. Correct. En u krijgt dan alleen maar een nieuwe bieding van Ansaldo Breda. Welke mogelijkheden heeft u dan nog? Kunt u de procedure stopzetten, heraanbesteden? Nou, wij hoefden, maar dat is echt het werk van de inkopers en van de juridische mensen. Wij vonden dat je deze wijzigingen kon doorvoeren binnen de afspraken die gemaakt zijn. En daar kun je natuurlijk anders over denken, maar dat is iets wat ik nu vertel uit horen zeggen. En dat is niet mijn eigen mening. Nou, u heeft wel zoiets geschreven, dus het is meer dan uw mening heeft u ook opgeschreven. Want we hadden het net over de fuik. En u schrijft dan aan de vennoten van High Speed Alliance, HSA, over die vermindering. Dat betekent dat de leveranciers gerechtigd zijn de offerte in te trekken en daarmee een nieuwe aanbesteding af te dwingen. Vermindering van het aantal treinen onder de 16 vergt derhalve minimaal stevige onderhandelingen met de leveranciers. Ja. Met een meervoud. Ja. Maar mocht het nou wel of niet? Om na de. Nou, hoe dan ook, het is gebeurd en niemand heeft daartegen geprotesteerd. In mijn beleving niemand, het zou dan Alstom geweest kunnen zijn. Ja. Die heeft niet geprotesteerd en dat betekent dus dat zo'n aanbesteding verder gaat. Nou, Alstom heeft gezegd, jullie moeten ons beoordelen op het bod dat we toen hebben gedaan. De 26, ja. En wij hebben gezegd, dat doen we niet. We gaan terug naar 12 treinen. Maar we hebben het net gehad over een fuik. En u zei eigenlijk in oktober, november, eigenlijk nu met 2 overbleef, dat is een onprettige fuik waar ik in zit. Ja. Dan gebeurt er dit. U schrijft zelf van, nou ja, of het nou kan of niet. Ze mogen een nieuwe aanbesteding aan. Wellicht dat we aanbesteding. Maar heeft u een zelfgekozen fuik waar er maar eentje overblijft. Ja, dat klopt. Dat is waar, dat laatste. En of het aanbestedingsrichting klopt of niet, dat weet ik niet. We hebben het risico genomen.
En ja, met 12 treinen zit je echt op een dieptepunt. En ja, ik was er ook niet zo blij mee natuurlijk. Maar dat vindt zijn oorsprong in het feit dat er zoveel financiële onzekerheden waren. Dat de aandeelhouder vond dat we voorzichtig moesten zijn met de ingroei. Dat ook voorgesteld hebben namens mij aan de overheid. En daardoor in eerste instantie 12 treinen bestelde. Met overigens wel de idee dat als we tijd zouden winnen, de andere treinen daar onmiddellijk achteraan zouden bouwen. Zodat de facto geen vertraging op zou treden in de aflevering van treinen. Dat was de diepere gedachte daarachter. Nou, daar komen we zo meteen nog even over hoe dat dan precies is gegaan. Maar nog even, dus het aantal gaat naar beneden. Vond u het dan niet wenselijk toch maar even de procedure stop te zetten? Is dat niet ergens geopperd? Nee, maar wat denkt u dan? Weer 3-4 jaar opnieuw beginnen? Dat was, ik zeg maar even in grote getallen, maar dat was het punt. U bent eigenlijk met een sneltreinvaart, omdat u echt ook heel erg die tijdstuk voelde, in die fuik gezwommen. Ja. En er werd nog een keer weer een touw omheen gelegd door die aantallen die verminderd werden. En dan bent u op dat moment volledig afhankelijk van Ansaldo Breda. Ja, tenzij je zegt, Ansaldo, ik vind het onredelijk. Als ze zich onredelijk gaan gedragen in die fase. Maar dat is bij mijn weten. Wat was op dat moment uw oordeel over Ansaldo Breda? Niet anders dan een half jaar daarvoor. Want in die periode krijg je geen nieuwe informatie meer. We hebben het net al even, kort zei je dat al, verminderde aantal treinen, dat komt voort uit de onderhandeling met de Nederlandse staat over zogeheten langere ingroeiperiode. En op die manier hoeven dan bij de start van de dienstregeling, daar hebben we het over 2007 toen nog, zouden er minder treinen beschikbaar hoeven zijn. Ja. En dat betekent dus dat die treinen op later moment aangeschaft konden worden, dat zei u net ook. En dat leek wellicht dus een financieel voordeel voor HSA, iets minder treinen, hoewel op... We hadden het net op die miljarden van de aanleg, is dat misschien wat minder. Maar dat resulteerde dus in die situatie dat u dus in die fuik zit met één aanbieder. Die 19 treinen die anders besteld zouden worden, vielen nog binnen de oorspronkelijk aangekondigde marges. Dat is ook zo. Ja. Hoe beoordeelt u nu achteraf de move van HSA met haar aandeelhouders om kosten te besparen? Ja, het was een eis van de aandeelhouders. Wie waren op dat moment ook weer die aandeelhouders? NS. En KLM. KLM. Zij wilden op dat moment kosten besparen. Zij wilden geen grotere financiële risico's nemen. Nee. En hadden zij, zij kijken natuurlijk met een andere blik. U zit daar met ook uw verantwoordelijkheid om treinen te bestellen. In die aanbestedingsprocedure is het toen over, heeft u toen aan hen gezegd, maar je maakt het mij wel heel erg lastig nu. Ja, die discussie is geweest. En nog even, die best and final offer waar we het net over gehad hebben, die wordt in december gevraagd. Deze discussie die speelt al in november. Ik heb hier iets aan van begin november. En daarin hebben we het al over die ingroepperiode. Waarom vraag je dan in december een best and final offer voor die 16 plus 10, dus 26 treinen, terwijl je al weet dat het waarschijnlijk minder gaat worden? Ja, omdat het nog niet uitgekristalliseerd was. We hebben die minister daar ook van op de hoogte gesteld. We moesten intern daar nog kennelijk besluitvorming over plaatsvinden. Maar dan vraag je toch niet aan twee treinenbouwers als je nog niet precies weet hoeveel je wil. Geef mij een definitief bod. Daar heeft u gelijk in. Dat was niet handig. Als ik het zo hoor, niet. Maar misschien is er meer erover te vertellen. Maar nee, het is niet handig. Het was sowieso niet een gelukkige periode uit mijn sporenloopbaan om naar een fabrikant toe te gaan om 12 treinen te bestellen. Dus als ik het even... Overigens hadden, dat, misschien doe ik nu de aandeelhouders een beetje tekort op dit moment, dat moet ik zeker niet doen. Er waren allerlei herstelplannen om onmiddellijk daarna te bouwen, om te zorgen dat je dan het geld wat je extra kwijt bent, omdat je 12 treinen bestelt in plaats van 16 of 26, dat je dat vooraf garandeert dat je dat terugverdient. Hè? Dat je een deel van je vaste kosten weer terugkrijgt over je latere series. Dus er is wel heel genuanceerd over gesproken. Maar de bottom line is dat de aandeelhouder wenste op dat moment niet meer te investeren dan voor 12 treinen. Overigens, de andere problematiek voor de geringe aantal werd door de Belgen veroorzaakt die überhaupt geen treinen meer wilden bestellen. We hebben het dus even over de Nederlandse. Laten we niet doen alsof Nederland dit
probleem veroorzaakt nou, heeft. Dit gedeelte ja, wel. Ik herken voor de helft zeker. Want daarmee voldoet de aandeelhouder natuurlijk ook niet aan de afspraak en de concessieovereenkomst. Zoveel treinen. Maar dat hebben ze in de vorm van een conceptwijzigingsvoorstel aan de minister kenbaar gemaakt. Dus dat is volgens mij ook wel heel correct verlopen. Ik neem aan dat er enige tijd overheen gaan. Nee, u hebt volstrekt terecht. Dat was, als we dat zo gedaan zouden hebben, dan... Ja, dus als ik het even... de aandeelhouders zeggen, we moeten met minder treinen gaan rijden. Dat was eigenlijk al bekend. Toch wordt het aan de treinenbouwers gevraagd. Daardoor valt een van de aanbieders af, Alstom. Ja. En u had het net over de fuik. U zwemt eigenlijk met een hoge snelheid Nog weer dieper in die fuik. En u zit aan Ansaldo Breda vast. Ja. Ik geef het woord aan de voorzitter. Tenzij je op het laatste moment zegt, we gaan niet met jullie verder, we beginnen opnieuw. Heeft u net al gezegd, dat komt van de tijdsdruk. Wilde u dat niet doen? Niet doen. Heel kort op dit punt nog even. De aandeelhouders creëren uiteindelijk dus die HASA, dat speciale bedrijf om dat te doen. Ja. U bent daar de eerste directeur van, en u zei al, ingewikkelde klus, bestek allerlei eisen. Maar eigenlijk is in deze fase dus er nog serieus vanuit de aandeelhouder nog een keer een probleem bijgelegd. U had al veel uitdagingen, maar omdat de aandeelhouder dat financiële risico niet wilde lopen, kreeg u echt daar nog een probleem bij. Ja. Ik wil dat even, want dat ligt dus, die vraag die was niet vanuit HASA zelf, maar dat was echt vanuit de aandeelhouder, die druk. We gaan minder treinen doen en dat maakte dat u uiteindelijk alleen maar bij Ansaldo Breda uitkwam. Ja. En nog even één punt wat toch een beetje onduidelijk bleef. U heeft op een bepaald moment 2,30 van Ansaldo Breda aangeboden gekregen. Ja. En ook Alstom voldoet aan die rijtijden. Maar u vraagt toch aan Ansaldo Breda later nog naar 2,50 te gaan. Heeft u nou op enig moment die vraag ook aan Alstom gesteld? Nee, in mijn gedachte was Alstom toen al afgehaakt. Dus ik kon die vraag niet meer stellen. Maar? Vanwege de aantallen. Oké. Omdat Alstom al niet meer reageerde? Kon ik ze ook niet meer vragen. Oké, maar als ik u zeg dat wij de indruk hebben dat er nog wel contact is geweest met Alstom, heeft u in ieder geval niet in uw herinnering die vraag nog een keer gesteld? Nee. En de contact is ook niet door mij gelegd. Dat moet door NS Financial Services gedaan zijn. Dat is ook een beetje als afronding van zo'n proces wat bijna 2 jaar geduurd heeft. U noemt nu 2 woorden die heel relevant zijn voor het volgende stuk, namelijk afronding en NSFNC, want wij willen met het onderwerp NSFNC ook afronden. En dat doet mevrouw Vos. Nog heel even toch over die 250, dat blijft ons boeien. Dat was in november 2003, maar Alstom was toen nog niet afgevallen. U was nog eigenlijk tot half december was u bezig met ook die BAVO. Op een gegeven moment zegt Alstom, nou ja, wij doen niet meer mee. Maar die vraag over die 250 kilometer per uur had u daarvoor al wel aan Ansaldo Breda gevraagd. Dus nee, die is ons aangeboden. Nee, u zei net zelf, we hebben die 230 was aangeboden, 250 hebben wij gevraagd. Sorry. 230 was u aangeboden, de Ansaldo Breda, daarmee halen we jullie snelheden. U zei net zelf, wij vroegen zelf, goh, krik het op naar 250, want dan kunnen we die extra reizigersminuten in België inhalen. Dat zei u net zelf. Maar het gaat ons even om de procedure, wat nou wel en niet mag. U was nog wel in onderhandeling met beide partijen, maar u vraagt alleen aan Ansaldo Breda, geef ons 250. Dat kan toch niet? Ansaldo Breda heeft opnieuw zijn technische mogelijkheden bekeken. Heeft voldaan, zeggen ze, aan 230 kilometer per uur. En kwam met een suggestie. Want ze kenden ongetwijfeld ook de perikelen op het gebied van dienstregeling. Ze kwamen met een suggestie om dat naar 250 te verhogen. Dat heb ik met beide handen aangegrepen. Als u me nou vraagt, was dat helemaal conform de inkoopprocedures en alle richtlijnen? Nee. Laat ik zeggen dat ik me daar niet zoveel zorgen over dat moment gemaakt heb. Want ik vond de andere belangen groter en soms moet je risico's nemen. Zwemmend in die fuik, die best and final offer, de BAVO dus, die werd gevraagd op 5 december 2012.
Ja. Toevallig 3 jaar na de ondertekening van de concessieovereenkomst. Sinterklaas, belangrijke datum. Maar het afhaken van Alstom is eind december. En tussendoor heeft u gevraagd voor 250 kilometer. U zegt net, ik was met andere dingen bezig, maar aanbestedingsrechtelijk klopt dat niet. Ik denk van wel, maar ik zei dat wellicht net zo goed als met het verminderen van die aantallen. We wat risico's genomen hebben in aanbestedingsrechtelijke zin. Maar ik wist één ding zeker, we moesten verder. Ja, u had veel druk, veel haast. Ja. Haast SA heb ik wel eens gedacht. En de belangrijkste taak voor u als directeur van HSA was ervoor zorgen dat er dus voldoende treinmateriaal beschikbaar en op tijd voldoende treinmateriaal beschikbaar is. Maar tijdens die aanbestedingsprocedure geeft u die verantwoordelijkheid weg aan de andere dochter van de NS, NS FSC, NS ja. Financial Services, gezeteld in Ierland. Zij kopen de treinen en dan gaat HSA ze leasen van NS FSC. Waarom is in het geval van HSA voor die constructie gekozen? Als we niet bij onze eigen dochter onderneming hadden kunnen leasen, hadden we geld moeten lenen op de kapitaalmarkt. Dan was onze winst- en verliesrekening, onze business case, weer verder verslechterd. Dus ja, als je onder min of meer de hoede van je moederbedrijf een andere dochteronderneming kunt inschakelen, dan zul je dat niet laten. Maar we hadden de vrijheid om ook voor andere leasemaatschappijen te kiezen. Maar goed, hè, dat die overigens dan ook garanties van NS gevraagd zouden hebben. Dat u niet denkt van Ierland is wat dat betreft in een andere positie. Nee. HSA had dat geld op dat moment niet, want we hadden nog niks verdiend. Maar is dat nou heel gebruikelijk, ook in die tijd? Hè? Dus omdat dan je maakt het wel ingewikkeld. Dus je moet vanwege de staat moet je een SPV zijn, een Special ja. Purpose Vehicle. Maar je mag vervolgens niet zelf gaan over de treinen. En is dat echt, je besteedt dat uit een NSFSC. Ja. Was dat nou heel gebruikelijk? Gebeurde dat nou altijd? Nou, ik heb gezegd dat het allemaal nieuw was. Dat was ook helemaal nieuw voor mij. Want voor die tijd, u zegt, wij hadden niet genoeg geld. Voor die tijd kocht NS die treinen gewoon zelf. Ja, NS verdiende geld en kocht, deed daar een stuk apart van om geld om treinen te kopen. Dat is ons belangrijkste asset altijd geweest. Overigens, zonder hier een discussie te willen oprakelen, was die gang via Ierland natuurlijk ook vanwege andere zaken bedoeld. Nou, die discussie is in de Tweede Kamer gevoerd. Ja. En is ook weer geconcludeerd dat dat eigenlijk niet netjes is voor een bedrijf belasting te willen ontwijken. Maar goed, uiteindelijk door deze constructie koopt niet HSA de treinen, maar die dochter dus, NSFSC. Mag ik nog even iets zeggen? Er is nog een reden om een leasemaatschappij in te schakelen, namelijk omdat het contract voor HSA maar 15 jaar is. Ja. En treinen 15 jaar meegaan, en je niet in 15 jaar kunt afschrijven, had HSA de verantwoordelijkheid om na afloop van de leaseperiode te zorgen dat het materieel nog ergens ingezet zou kunnen worden. En daarom is NS Financial Service een hele grote belanghebbende en verantwoordelijke in het aankoopproces van dit materieel. En daarom was de directeur van NS Financial Service ook degene die de onderhandelingen geleid heeft. Nou ja, dat laatste hoef je niet per se, hè? Dus dat zij uiteindelijk belang bij hebben natuurlijk bij goede treinen uiteraard. Maar even een stapje terug, we concluderen dus dat er wel een ingewikkeld Mikado-bouwwerk moet worden opgebouwd. Die te maken hebben met die concessieovereenkomst waar alles verzakelijk moet. Iedereen moet voor zijn eigen belangen gaan. En de veronderstelling achter dit ingewikkelde Mikado-bouwwerk is dat als iedereen nou maar voor zijn eigen belang gaat, komt het vanzelf goed. En als we nou iedereen aan zijn contract houden, komt het vanzelf goed. Ja. Had u dat gevoel ook op dat moment? Voor u was alles nieuw? Ja, misschien mag ik dat anders zeggen. Die wat ingewikkelde en complexe relaties, ook intern ons bedrijf, hebben in ieder geval geen invloed gehad op de materieelbestelling en de levering. Ja. Maar ingewikkeld is het wel. Ja, want uw collega allemaal, van Dijk dus. Allemaal intern gecontracteerd worden, er moeten allemaal handtekeningen onder, er moeten. Het is, als je dat al in je eigen afdeling kunt regelen, zoals dat vroeger bij het spoor was, dan is dat toch ook wel heel erg makkelijk hoor, af en toe. Het is wel makkelijker. Een econoom zou zeggen, er waren in ieder geval hoge transactiekosten. Ja. U zegt dat met een diepe zucht. Uw collega van Dijk van NSFSC
is de persoon die de laatste onderhandelingen met Ansaldo Breder dan doet. Voor het uiteindelijke koopcontract. Ja. Maar tegelijkertijd is het belang van NSFNC, in onze opinie, een leasecontract, minder cruciaal dan voor HSA. U had die druk om op tijd te gaan rijden. En HSA zou in korte tijd failliet gaan zelfs, als die treinen niet op tijd geleverd zouden worden. Ja. Wat voor maatregelen heeft u nou genomen om ervoor te zorgen dat u voldoende invloed kon blijven uitoefenen op tijdige aflevering van die treinen? Ja, twee manieren. Ik heb een leaseovereenkomst gesloten, echt een formele overeenkomst met NS Financial Services, waarin mijn specificaties stonden over wanneer moeten die treinen er zijn. Dus er was geen misverstand over. Als er wel eens discussies waren, want dat valt nog wel mee, dan zaten we bij dezelfde aandeelhouder. En eerlijk gezegd kwamen we daar altijd wel uit. Dus wat ik net een beetje samenvattend zei, dat het geen invloed gehad heeft intern, daar blijf ik wel bij. Maar uw belangrijkste sturingsinstrument is dat leasecontract, papier. Ja. Waarin weer de vertaling is van de concessieovereenkomst. Ja, maar dus eigenlijk het enige sturingsmateriaal instrument dat u heeft is papier. Nee, en even populair gezegd, bovenover, als het me niet aanstond, dan kon ik natuurlijk altijd bij de aandeelhouders terecht. En dan gingen ze ook wel doen wat u zei? Ja, soms wel, soms niet. Dat is nou eenmaal het punt. Ja. En in de loop van 2004, dat was zo rond het tekenen van het contract, ergens in mei 2004, Er komen de signalen uit Denemarken. En die signalen zeggen dat de opdracht die Ansaldo Breda voor het Deense spoorwegen uitvoert, dat die niet echt naar wens verlopen. Ja. En wat is er dan na de tekening van het contract met Ansaldo Breda gedaan om te voorkomen dat hetzelfde zou gebeuren in Nederland? Ja, dat is een hele belangrijke en moeilijke vraag. Dan gaat het over de aansturing van Ansaldo Breda. Overigens, ook alweer vanwege de tijdsdruk, hebben we wel heel kritisch gekeken en gesproken met onze Deense collega's. Maar we meenden toch dat er omstandigheden waaronder Ansaldo met onze trein aan de slag ging toch wat anders. Het was een heel ander type trein, het was een dieseltrein, er waren andere eisen gesteld. En we hoopten ook dat ze ervan geleerd hadden. Want ja, de Deense spoorwegen zijn ook niet echt happy met Ansaldo Breda geworden. Maar wij hadden twee overwegingen. Het moet beter kunnen en het zal beter gaan. En we hebben geen keus. Fuik en volle kracht vooruit. Ja, gewoon doorgaan. Ja, daar kunnen we nu met z'n allen iets van vinden, maar ik zeg hoe het toen was. Ja. Maar naar aanleiding van die signalen, je hebt dan bijvoorbeeld het contractbeheer en het toezicht op het ontwerpproces en het bouwproces, zijn die toen aangescherpt? Dat weet ik niet. Wie ging daar dan wel over? NS Financial Services heeft de hele begeleiding en contractering gedaan. Voor mij was het belangrijk dat levertijd en alle operationele en commerciële zaken in het contract goed verwerkt waren. En zij gingen daarmee aan de slag om dat uit te voeren. Ja. Ze hebben ook zelf een projectleider toen aangesteld. En ze hebben een projectorganisatie samen met de fabriek en de Belgische spoorwegen ingesteld. Ja. Maar ik probeer even in uw schoenen te staan. U bent directeur HSA, u moet op tijd treinen leveren, u moet op tijd gaan rijden, u moet dat geld binnenhalen. Ja. En dit besteedt u uit aan NSFNC, gaat op een afstand, het gaat op papier. Had u wel voldoende sturingsmogelijkheden, omdat u echt onder die tijdsdruk stond en NSFNC heeft? Niet rechtstreeks in de fabriek, gewoon indirect. Maar zo was het in ons concern afgesproken dat het zo geregeld zou zijn. Maar natuurlijk had ik invloed. Maar hoe dan? Nou, door met Boudewijn van Dijk te praten, nog eens attent te maken op een aantal zaken. Want het belang van HSA is snelle levering. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat u drijft. Dat heeft u al een paar keer gezegd. Ja. NSFNC wil treinen die minstens 30 jaar meegaan. In ieder geval langer dan 15 jaar. Dat zijn belangen die niet per se congruent zijn. Want dan kan het betekenen dat NSFNC misschien wat makkelijker is om te zeggen van, nou ja, neem nog wat meer tijd om het wat beter te maken. Ja, dat botst dan toch? Dat kan. Ja, nee. Maar als zich dat voordeed, vertel ik, hebben we daarover kunnen praten en neem je daar een besluit met elkaar over? Vond u de aansturing van Ansaldo Breda door NSFNC, vond u dat nou effectief? Ja. U zat er tot 2007.
Dat is een hele goede vraag. U weet dat er een filosofie achter ligt hoe je met een leverancier omgaat. En NS Financial Service vond dat het toch veel meer een turnkey project zou moeten zijn, waarbij je zo min mogelijk ingrijpt, invloed hebt op dat wat er in de fabriek gebeurt. Alleen maar van tijd tot tijd controleert of de stappen die ze moeten zetten, of die gezet zijn. En ik was natuurlijk gewend uit de oude sporenontwikkeling, dat je als het ware meebouwde met de fabriek. Daar word je toch helemaal gek van als iemand dat zo formalistisch aanstuurt, terwijl u de neiging heeft om daar gewoon wat sneller aan boten te gaan draaien? Ja, maar, ook, dat heb ik niet gewonnen, laat ik het zo zeggen. En dat was maar ook niet meer, nou, voor een deel door de tijdgeest, dat is ook niet meer passend in de huidige contractuele verhoudingen, dat je als spoorwegonderneming, als vervoerder in de fabriek staat. Dat is decennia lang geweest en we kennen daar nog voorbeelden van, waarbij de verwevenheid tussen grote bedrijven en de spoorwegen, dat die aanwezig is. Maar we zien toch langzamerhand, en dat wordt ook steeds succesvoller gelukkig, dat die invloed tijdens de bouw niet zo is dat je als een soort onderaannemer of regisseur in de fabriek rondloopt om de dingen voor elkaar te krijgen. Maar mocht dat ook eigenlijk, mocht dat dan niet van NSFNC? Als je dat met de fabriek afspreekt, dan kan dat. Nee, maar we hebben het net over de NSFNC had een zogeheten turnkey contract. Wat betekende dat ze zich niet mochten bemoeien met de manier waarop Ansaldo Breda deed. Ja, alleen met output. Even zwart-wit allemaal. Hè, want maar als je dat wel deed, kwamen ze dan in de juridische problemen? Kreeg je dan aansprakelijkheid? Nee, het is wat je van tevoren problemen afspreekt. En het is de opdrachtgever die bepaalt volgens welk contract. Je kunt ook met een regiebestek werken, dat je stap voor stap doet, dat je af en toe de balans opmaakt. Een van de lessen die ik geleerd heb, dat je dit type bedrijf, dat kennelijk nog niet zo ver is, toch als vervoerbedrijf veel meer moet sturen en meer bij de hand moet nemen. Dat is een les die je hebt geleerd. Ja, zeker. Dit type bedrijf, dat bedoelt u mee onervaren treinenbouwers? Nou, ik laat dat oordeel aan u over, maar zo zou ik het niet willen noemen. Maar als alles nieuw is, dan had je dit niet zo moeten doen? Ja, allemaal achter met de wetenschap achteraf, hè. Ja, maar goed, je verwacht, je hoopt dat ze de dingen die ze beloven. Ja. Kijk, primair is natuurlijk dat er een groot bedrijf staat, ja, vallend onder een heel groot concern in Italië, die je dingen belooft. En dat vervolgens qua levertijd, dat is in mijn periode niet waarmaakt, waardoor, ja, we naar alternatieven moesten zoeken. En vervolgens ook later, maar dat is de beoordeling van vele anderen, ja, ook, ja, kwalitatief niet levert wat ze beloven. Ja. En u had het net over dit type bedrijf. Hoe herkent u dan zo'n dit type bedrijf, nou, in de toekomst? Weet je ook niet van, dat weet je ook niet van tevoren. Ik kan dat niet zien in ieder geval. Maar u noemde net een aantal criteria. Dus valt onder een groot moederbedrijf. Een aantal dingen zijn nieuw. Toen we begonnen dacht ik dat ze het zouden kunnen redden. Ook met de op dit moment in de wereld gebruikelijke aansturing. Ik geef het woord aan mijn collega Bergkamp. Ja, dank. Ik heb nog één vraag, meneer Dupken. Mijn collega Vos had het al net over de verschillende belangen die soms speelden bij NSFNC, de dochter van de NS en bij HSA. Wie had nou de overal regie, de integrale regie op dit project? Als er een verschil van mening was, was het dan de NS die toch uiteindelijk besloot? Ja, afhankelijk van het mandaat. Want je zit er als directeur niet met onbeperkte mogelijkheden en beslissingsbevoegdheden. Ja, uiteindelijk werd het voorbereid in de stuurgroep en als het formele punten waren, waar uiteraard de KLM ook bij moest zijn, werd dat in de aandeelhoudersvergadering, werden dingen beslist. Dus, bij een verschil van mening tussen NSFC en HSA, dan werden punten, ja, voorgelegd en dan was het uiteindelijk de aandeelhouder, de NS, die eigenlijk op dat moment als er tegenstelde belangen waren tussen, had, pardon? Ja, die dus de regie had op dat moment. Ja, uiteindelijk, want daar komen de centen vandaan, dus die bepalen op hoofdlijnen toch wat er gebeurt. Oké, dank u wel. Ik geef het woord aan de voorzitter. Er liggen nog een paar kleine punten waar ik nog met u op in wilde gaan. De ene is, u weet, op een bepaald moment ontstond er veel discussie over de financiën. Ja. En HSA kwam in financiële problemen. U heeft ook in het laatste onderdeel net vrij helder gemaakt dat u ook wel extra ballast meekreeg in uw rugzak van die aandeelhouder NS en KLM. Heeft u niet op enig moment tegen gezegd, het is allemaal leuk en aardig jongens, maar regel mijn financiële problemen als rijk moederbedrijf? Dat is wel diverse keren over gesproken. Maar in ieder geval, na 2001 aangetreden raad van commissarissen van NS en van
De aandeelhouder van HSA hebben die ruimte mij niet gegeven. Ik heb hem een beetje genomen en ook wel gekregen op het gebied van de materieel inzet. En ook ten aanzien van de alternatieven die we ontwikkeld hebben. Maar 200 miljoen garantie was 200 miljoen. En ook al kreeg u een zwaardere rugzak en nog een zwaardere rugzak. Ja. Er was geen compassie met iemand die was wel fanatiek aan een job begon. Maar geen centen, laat ik het zo samenvatten. Okay. Ja, wel compassie, maar geen centen. Meneer Dupken, u had graag, en ik vind het belangrijk om mensen zeker recht te doen als ze aangeven dat er een punt was wat ze echt van nog willen maken. En u had een opmerking ten aanzien van het alternatief. Ja, op een gegeven moment kregen wij, omdat er zoveel misverstanden, ik merk ook in de buitenwereld zijn, alsof er geen treinen rijden over de HSL Zuid. Er rijden wel treinen, ieder half uur rijdt er een trein naar Breda, die, als ik even een voorbeeld mag noemen, de afstand Amsterdam-Rotterdam in 3 minuten meer aflegt dan in de concessieovereenkomst staat. Dus van mijn kant, maar dat is een technisch verhaal, ik snap de emotie wel, maar van mijn kant moet ik zeggen dat we er alles aan gedaan hebben om een alternatief op de baan te krijgen. Dat die trein ook rijdt, dat vervolgens daar jaren aan gewerkt is door heel veel mensen om te zorgen dat die trein op de baan kwam. Die moest immers ook voldoen aan al die eisen die ik genoemd heb. Dat we heel intensief bezig geweest zijn om de Thalys op de baan te krijgen, miljoenen kost het project wat even buiten haakjes gezet is om maar te zorgen dat ook de Thalys rijdt op het moment dat de HSL Zuid open ging. Waarmee ik in ieder geval aan wil geven en de feiten aan wil geven dat we er alles aan gedaan hebben om die trein te laten rijden. Weliswaar niet de Ansaldo Breda trein, maar wel een andere trein. Dus u zegt eigenlijk het beoogde vervoer is dan misschien nog niet tot stand gekomen. Nog niet helemaal. Maar u heeft in ieder geval in de periode waar u verantwoordelijk voor was er alles aan gedaan. Ja, ja. Om in ieder geval te zorgen dat de reizigers iets in de aanbieding krijgen. Ja, en het is terecht wat u zegt dat het beoogde vervoer niet tot stand gekomen is. En dat is natuurlijk spijtig voor de reiziger, voor de belastingbetaler, maar ook voor al die mensen die daar zo hard aan gewerkt hebben. En voor uzelf, als u dan terugkijkt? Ja, ja. Ik had ook liever een ander einde gehad van mijn loopbaan bij NS. Ja. Ja. Maar u heeft helder gemaakt vandaag dat u in ieder geval met de beste intenties begonnen bent. Ja. En uiteindelijk heeft u toch willen zeggen, en ik denk dat het belangrijk is dat u die ruimte krijgt, dat er in ieder geval wel wat rijdt. En dat we nog wel moeten kijken naar het beoogde vervoer. En ook hard. Goed zo. 160 kilometer per uur. Ik denk dat wij hiermee aan het einde gekomen zijn van dit verhoor. En ik sluit voor nu deze vergadering. Bedankt.